vooral het zover mogelijk voorraad zitten. Ja. Ja, maar ja, daar is ook een plaats. Ik zal mijn tas even op hand zetten. Hier zo'n plekje. Ja, dat weet ik. Nou, ladies, ja, dankjewel voor jullie komst. Ik hoef mezelf natuurlijk niet meer voor te stellen. Ja, kom gauw binnen. Ik verwacht dat er nog wel wat mensen binnenkomen druppelen. Ik heb nog een afmelding van iemand die ziek was vanochtend. Ja, dus we hebben een kleiner clubje, maar ik zeg altijd maar de diehards die blijven over. Degenen die echt geïnteresseerd zijn, die zitten hier nu. En daar ben ik heel blij mee. En dankbaar dat jullie er zijn. En waarom dit initiatief? En ik denk als ik mijn verhaal vertel dat de meesten het begrijpen. Bijna iedereen heeft er al over gesproken. Ik ben zelf inmiddels 28 jaar onderneemster. Ik heb eigenlijk van begin af aan, na 1 of 2 jaar had ik al personeel, werkte ik al internationaal. Dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Het was niet zo dat nou mijn bedoeling was om met een heel groot bedrijf te starten. Maar ik wilde wel altijd groeien. Ja, dan is dat vaak inherent daaraan. En ik zat in een mannenbranche. Ik was de enige vrouwelijke ondernemer in mijn branche. Outdoor en survival. En dus we gingen wildwaterkajakken, mountainbiken, de bergen in. Dat doe je niet in Nederland. Dus het was automatisch al internationaal. Dat vond ik ook eigenlijk heel normaal, want mijn hele branche zat zo in elkaar. Dus ik was eigenlijk, ik vond dat niet zo bijzonder internationaal ondernemen, want dat kon niet anders in mijn branche. En wat ik ook niet door had, was omdat ik tussen alle mannen zat, was dat je dan vanzelf op een bepaalde manier gaat ondernemen, zoals mannen dat doen. En prima, dat is ook een manier waarop je makkelijker en zelf succesvol kunt zijn, denk ik. Maar ik kwam er wel een paar jaar geleden achter van wij vrouwen doen toch ook heel veel dingen op een heel andere manier. En ik wilde altijd graag bij een vrouwennetwerk. En dat was ik op een gegeven moment. Ik was voor in Zuid-Holland was ik beste vrouwelijke ondernemer. En toen werd ik uitgenodigd voor een netwerk, kreeg ik een jaarlidmaatschap. En toen denk ik, dat is zo anders als netwerken met mannen. Ik vond het wel raar dat het dan ineens over de kinderen ging, want had ik het nooit over met mannen. Dus daar moest ik even aan wennen. En dat het over andere huishoudelijke dingen ging, maar ik vond dat ook wel weer grappig. Maar waar ik wel tegenaan liep, ook toen al, was van, niemand ondernam internationaal. En ook de meesten hadden geen personeel. En vonden dat ook oké. Nou, ik vind dat ook oké als je dat oké vindt. Hè. Maar wat ik merkte, en dat merk ik eigenlijk voortdurend, want ik geef ook lezingen bij vrouwelijke ondernemersverenigingen, dat het te veel één richting werd. Hè. Mensen willen allemaal graag met mij in gesprek. En ik vind het ook heel leuk om anderen te helpen en van advies te voorzien en te zeggen van hoe ik dat aangepakt heb. Maar ik kon daar niks terugkrijgen. Dus het was een eenrichting verkeer. En dan vond ik het wel leuk en gezellig. Ik vind het altijd leuk om een vrouw te zijn. Maar het leverde mij niks op. En ik vind als je iets zakelijks doet, hè, dat is dan toch wel misschien ook niet meer dat mannelijke streberige. Het moet wel opleveren. Anders dan ben ik gewoon aan het uitgaan. En dan ga ik gewoon wat anders doen. Dan ga ik niet een avondje met vrouwen kletsen. En ik ben een tijdje terug kwam ik het Girls Bos netwerk tegen. Ik denk, dat zijn dus ondernemers met personeel. Dan ben je de baas. Nee, ook niet. Starters en zelfstandigen. En ik werd daar best wel een beetje teleurgesteld over dat ik nog steeds niet na al die jaren het netwerk gevonden had waar ik mezelf dan thuis voelde. Nou, vorig jaar heb ik besloten om het bedrijf wat ik nu doe, ik werk met vrouwen aan de groei van hun bedrijf, ik ben sparringpartner, heel allround.
heb ik besloten om ook dit bedrijf internationaal op de kaart te zetten. Daar heb ik iemand voor ingeschakeld die mij daarmee geholpen heeft. Die heeft mij op meerdere podia gezet. En al vrij snel had ik via een Facebook-campagne ook buitenlandse klanten, vrouwelijke onderneemsters. En die vrouw die mij hielp om mij overal op het podium te zetten, die richtte clubs op voor vrouwelijke ondernemers. En ik zou voor haar de club in Amsterdam gaan doen. Maar uiteindelijk kwamen wij er niet uit. Ik vond dat zij de afspraken niet nakwam, dus ik had op een gegeven moment zoiets. En het was ook weer niet mijn club, want er kwamen allemaal coaches en zelfstandigen. Nogmaals, helemaal oké. Okay. Ik veroordeel dat niet. Maar ja, niet weer een club waarvan ik dacht, daar heb ik wat aan. Toen ben ik nou echt zat, dan ga ik het gewoon zelf doen. Dat is toch een beetje de ondernemersgeest, hè, van als er iets is waar je zelf tegenaan loopt en er is geen oplossing voor, creëer de oplossing. Dus dat is de reden dat we hier nu bij elkaar zitten. Het is wel een beetje, hoe noem je dat, 10 kleine negentjes geworden, zoals jullie zien. Maar ik denk dan altijd maar de beste mensen die blijven over. En dat is ook steeds mijn intentie geweest voor deze dag. Dat we hier met juist de mooiste, beste vrouwelijke ondernemers bij elkaar uiteindelijk zouden uitkomen. En ik heb ook wel het gevoel dat het geval is. Nou, wat we vandaag gaan doen is... is dat voldoende over mijn achtergrond? En het hoe en waarom? Ja? Dus als jullie vragen hebben, dan hoor ik het wel. Wat ik vandaag wil doen is gewoon een sessie zoals ik die voor ogen heb als we straks met de club starten. Dat we gaan pitchen, dan kom je gewoon hier staan, je krijgt een minuut. Ik heb daar ook een mailtje over gestuurd met een suggestie van joh, dat zou je zo kunnen doen. Normaal gesproken zouden er ook twee dames een presentatie van 5 minuten kunnen geven. Maar dat heb ik nu uitgelaten, omdat ik dacht van ja, we kennen elkaar allemaal nog niet. Maar dan kun je gewoon je bedrijf even iets duidelijker profileren, iets helderder aangeven, zodat iedereen in de zaal ook beter weet van hé, dit is wat ze precies doet. Dan weten we ook van elkaar, hoe kunnen we elkaar daarmee helpen, ondersteunen, doorverwijzen binnen ons netwerk. En we zitten hier bijvoorbeeld vandaag door Marion. Ik begon 4 maanden geleden begon ik met dit project. En ik dacht van nou, ik ga beginnen bij banken, want ik had zoiets van nou, wie heeft interesse in dezelfde doelgroep? Nou, ik dacht, banken die willen graag met ondernemers samenwerken. En ik begon heel bleu, ik begin vaak zonder plan. Heel vrouwelijk. Dus ik begon gewoon te bellen naar alle grote banken. Nou, die vind je zo, dat zijn er 6 of 7 op internet. En ik raakte best wel een beetje gefrustreerd over mijn eigen huisbank, waar ik totaal niet door de gatekeeper heen kwam. En dat is, ja, ben ik niet gewend. Want dat lukt me meestal wel. Dus die frustratie zette ik op Facebook. En ik ben al 28 jaar klant notabene. En Marion die reageerde van Tienke, misschien pak je het op de verkeerde manier aan. Ik denk, nou, ik sta altijd open voor feedback. En ze zei, je kan beter van binnenuit via de juiste personen. En ik zei, joh, dat snap ik, maar ik heb geen netwerk in de corporate wereld. En wij kenden elkaar niet, hè? Alleen via social media. En Marion die zei van, nou, ik wil je wel voorstellen. Ik zei, nou, dan stel ik voor dat ik even een mailtje maak, hè, waarin even in een paar regels staat wie ik ben, waar ik nou op zoek ben, en dat jij mij introduceert. Nou, dat heeft ze gedaan. En ik heb, onder andere zitten we nu hier, en de volgende keer bij PricewaterhouseCoopers, omdat Marion gewoon belangeloos haar netwerk heeft gedeeld. En dat is precies wat ik dus ook voor ogen heb, waar wij dat met vrouwen onderling met elkaar gewoon heel makkelijk en vanzelfsprekend kunnen doen. En als wij elkaar ondersteunen, ja, hoe makkelijk kunnen onze bedrijven dan verder groeien en doorgroeien? En want dat is toch eigenlijk wat, ja, wat vrouwen van nature graag doen. Helpen, ondersteunen, samen dingen oppakken. Als je de juiste vrouwen hebt natuurlijk, want ik heb ook de andere kant meegemaakt. Want ja, ik hoop straks dat ik een profiel kan laten zien op het portaal. Maar degenen die mij volgen op Facebook, die hebben ook gezien dat 3 weken geleden mijn website volledig van mijn server gesloopt is. Door iemand die mij blijkbaar als concurrent ziet en wij een gemeenschappelijke webmaster hebben. En waar zij heel veel zaken mee doet en ik toevallig 1 keer voor dit project. En die zegt van ja, jij gaat niet meer met Tineke samenwerken, want anders dan stop ik met jou. En toen was ineens mijn website verdwenen, 3 weken geleden. Ja.
dat is de andere kant. Zo kunnen vrouwen ook zijn naar elkaar. Nou, ik had het nog nooit meegemaakt. Ik hoorde die verhalen, hè, van de krabpaal en de bitchfights. Ja, dus er is een website. Tot gisteren was hij nog totaal niet naar mijn zin, maar ik geloof mijn webmaster heeft vanaf doorgewerkt. Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken, maar ja, dat is ook wel weer ondernemerschap. En je moet het toch maar gewoon oplossen als je ons op je weg tegenkomt. Dus ik hoop dat ik straks een profiel kan laten zien. Maar goed, ik dwaal af. Pitchen, korte presentaties. Masterminden. Dus ik hoop ook dat er een aantal dames zijn die een case hebben waarvan ze zeggen, je gaat hier gewoon even zitten, we pakken het whiteboard erbij en je geeft gewoon duidelijk even aan van, ja, dit is waar ik mee zit, hier heb ik zelf even niet in de gaten door wat daar nou de oplossing is en dan gaan wij met z'n allen gewoon daarop vuren. En ik heb meerdere malen in dit soort sessies gezeten en het is heel verhelderend. Want je krijgt vanuit allerlei invalshoeken krijg je tips en ideeën aangereikt. Waar je bent zelf blind voor de dingen die je niet weet. Of soms ook voor eigen gedrag. Nou, en dat is het voordeel om dat met meerdere vrouwen samen te doen. En dan hebben we een spreekster, en dat is iemand gewoon met een inspirerend verhaal, die ook haar bedrijf internationaal aan het uitbreiden is. Nou, hoe doet zij dat? Dus dat is het programma voor vandaag. We hebben nog een keer pauze tussendoor en de broodjes die blijven gewoon staan. Dus als je straks nog een keer wat wilt, dan kun je gewoon lachen, dat is genoeg. Dus ik wil nu gaan beginnen met het pitchen. Is er iemand die de spits af wil bijten? Ja, de spits van de pitch. Ja, hoor. Ja? Kom, ja, ik ga gewoon ook hier zitten. Als eerste al als negende bent. Ja, dan pak ik wel even, ik moet even mijn telefoon erbij pakken, ik kan de tijd in de gaten houden. Ja, goed. Alleen omdat jij het helemaal in het Nederlands denkt. Oh, dat is waar! En de voertuigen zijn ook al in het Engels. Ja, omdat. Oh, ja, sorry, Karin, je hebt helemaal gelijk. En wilde je niet onderbreken? Nee, ja. Jezus, ja. Ik weet, er waren een paar ondernemers die Engelstalig zijn, maar die zijn er niet. Dus waarschijnlijk heb ik onbewust, intuïtief daar gelijk op ingehaakt. Dus zolang er alleen maar Nederlandse dames zijn, kunnen we het gewoon lekker in het Nederlands doen. Ja? Sorry. Ja, goed dat je me corrigeert. Ik ben normaal wel gewend om een pitch te doen in het Nederlands. Wij hebben best een beetje moeten oefenen en moeten nadenken over hoe ik dat in het Engels zou doen. Dus daar was ik door voorbereid. Maar om te oefenen is dit wel een moment om het gewoon te doen. Ja, nou, ik ben niet echt internationaal georiënteerd. Dus voor mij is het eerder dat ik het normaal in het Nederlands doe en Engels dan voor mij een uitstapje zou zijn. Laat ik het dan gewoon in het Nederlands doen, dat is misschien wel net zo handig. Maar om die reden had ik dus ook even wat dingen opgeschreven. Want ik dacht, nou, in het Engels vind ik dat toch net even weer anders dan in het Nederlands. Ja. Oké, okay, mijn naam is Karin Jonkind en ik ben eigenaar van Textueel Communicatie. En dat is een communicatiebureau in het midden van het Groene Hart. Ik heb heel lang zitten twijfelen, ik zou zeggen in het Engels de Green Heart, of ik dat gewoon het Groene Hart zou noemen. We zijn met acht marketingspecialisten, ieder met haar eigen, het zijn allemaal vrouwen tot nu toe, dat is veel in de communicatiewereld, ieder met haar eigen specialisatie. En wij werken vooral eigenlijk voor lokale overheden en voor projectontwikkelaars en ook wel voor het MKB. En wat wij doen is dat wij zeg maar, ze helpen met het creëren eigenlijk van hun corporate identity. We schrijven marketingplannen voor ze en we maken ook eigenlijk alle producten die daar dan weer uitkomen. Zeg maar, die dus alle on- en offline, alles op het gebied van on- en offline communicatie. Wij zijn eigenlijk, onze kracht is dat we eigenlijk in complexe situaties. Nog 10 seconden. Onze kracht is dat we zeg maar met name in complexe situaties goed zijn en we initiëren dat eigenlijk ook. Dus we creëren zelf samenwerkingsverbanden van allerlei partijen waarmee we dan zeg maar projecten weer verder brengen. En wat ik zoek, want dat is eigenlijk mijn afsluiter dan, ik ben eigenlijk op zoek naar projectontwikkelaars die nieuwe projecten starten, omdat wij ze daarmee dus kunnen helpen. En naar ook kleinere gemeenten bijvoorbeeld die een city marketing vraagstuk hebben. Want daar hebben wij een heel goed concept voor. Dat is het eigenlijk. Dankjewel. Next.
blaadje, ik heb een blaadje in het Engels. Ik ga toch gewoon in het Nederlands doen, dan hou ik even mijn tijd in de gaten. Mijn naam is Eline Jurissen en ik ben 40 jaar geleden afgestudeerd op TU Eindhoven. Als eerste vrouwelijke verpleegkundige van Nederland. En na een succesvolle carrière als senior manager en als regiodirecteur ben ik een aantal jaar geleden heb ik mijn eigen consultancypraktijk opgericht samen met mijn man. Onze klanten zijn middelgrote, vooral technische bedrijven. En onze ervaring is dat veel directeuren zich niet bewust zijn van het feit dat ze beter zouden kunnen presteren met hun bedrijf. En in de meeste gevallen heel veel beter. En wat ik doe, ik help ze ontdekken wat het meest, wat het belangrijkste thema is waar ze aan moeten werken, wat ze moeten oppakken, wat ze moeten verbeteren. En ik hou van dit soort complexe projecten waarbij altijd zowel de harde kant als de zachte kant een rol spelen. En mijn aanpak, dat zijn geen grote theoretische verhalen, maar dat is een step-by-step aanpak en ook een praktische aanpak. En de investering in mij betaalt zich ook vanzelf terug. Dat betekent een gezonder bedrijf. Zijn meer in controle. En last but not least, medewerkers zijn. Eigenlijk zoek. Dat zijn contacten met technische bedrijven. En dus directeuren die met mij zouden verblijven, met mij zouden willen praten. Om nog aan te ontdekken. Eens wacht even. Is iets wat vaak aan zou kunnen werken. Jacqueline van der Lemmetje moet spreken. Die is nu niet, stond op de lijst, maar die zit alleen maar in de kiezer. Ja, goed. Jacqueline van der Lem. Van der Lem. Ja. Dankjewel. Stuur maar een beetje. Is goed. Oké, okay, Pida. Ja. Oh, dat weet je. Ja. mijn naam is Lian Erkhuizen. Ik heb een heel lange reis achter de rug vanuit de corporate wereld naar gisteren buitengewoon financieel. Daarna heb ik een tijd lang sales coaching gedaan. Ik ben nu ook business coach. 50% van mijn tijd ben ik nu nog steeds business coach. Echt één business coach. De andere 50% ben ik ondernemer in verschillende bedrijven. Met name op het gebied van tijdelijk internet. Dus ik heb 4G. Iedereen die geen internet heeft, moeilijk internet of tijdelijk iets nodig heeft, daar heb ik iets voor. Waar ik naar op zoek ben, is voor één van de merken die ik voer, dat heet online.holland.com. Het is bestemd voor mensen, met name van overseas, uit Amerika, Australië, Afrika met name, die naar Nederland komen, niet tijdelijk, maar onmiddellijk in internet. Dat is een online platform en ik zoek naar contacten om te adverteren. Waar ik misschien een gratis exposure kan krijgen. Ik ben bijvoorbeeld bezig met Lonely Planet. Ja, dat zijn mensen, dus reizigers van overseas die naar Nederland komen. En die ik kan interesseren voor puur dit merk. Ik heb meer te doen, maar dit is even waar ik vandaag op zoek ben. Je biedt zelf zo'n oplossing aan. Ik bied zo'n oplossing aan voor mensen in Nederland tijdelijk dan natuurlijk dat het ongelinkt is. Dat kunnen ze normaal niet krijgen van de ene die dat kan aanbieden. Ja. Oké. Okay. Ja? Yes. Ja, volgende. Ik ben Afke Dijkstra. Ik heb mijn eigen bedrijf. Dat heet Andros Advies. Andros staat voor man. Ik kom uit de Human Resource. Ik heb heel lang gewerkt als Human Resource adviseur. Nu ben ik eigenlijk adviseur, gezondheidsadviseur voor de bouwwereld. En daarnaast heb ik een nieuw project, eigenlijk ben ik mee bezig. En dat is de andere pauze, de midlife crisis van een man. Daar heb ik trajecten voor ontwikkeld. Daarmee wil ik ook internationaal gaan. En ik werk daarnaast als stress- en burn-out, dus gecertificeerd coach bij verschillende bedrijven. Vanuit mijn human resource achtergrond past dat natuurlijk allemaal heel mooi op elkaar. Midlife crisis wordt heel weinig mee gedaan in Nederland. Voor mij is dat
ja, nu echt het speerpunt waar ik me helemaal voor inzet. Die online training moet van de grond komen. En wat ik dan zoek, er zijn behalve goede contacten, zijn ook, ja, of dat inhuur zal het waarschijnlijk niet worden. Want vanuit Human Resources zeg ik van, oké, 0 uren contracten of iemand, ja, inhuur is heel erg duur. Maar dan op een andere manier om contacten te hebben die mij kunnen ondersteunen in wat ik wil ontwikkelen. Volgens mij ging me één keer. Ja, ik kreeg me even niet uit. Nee, ik denk, oh, ik mag niet meer weg. Dus, nou, super, ik ben heel erg bezig. Het is vrij doordringend door Piet. Wie is de volgende? Mijn naam is Anne Vriezen. Ik heb 2 bedrijven: BBZ Consultancy en BBZ Academie. Met beide bedrijven is het zo dat ik gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen help om hun klanten met een beperking te helpen. Met gemeenten doen dat vooral, uiteraard ook voor de zorginstellingen, via advies en projectleiding. En aan de andere kant eigenlijk is dat ook een grootste inkomensbron, is een online academie, waarmee ik mensen, vooral werkzoekende, opleid tot het doen van WMO-consulent of jeugdconsulent bij de gemeente. Dat zijn dus mensen vanuit de gemeente die zo'n mensen met een beperking hebben. Ja, en ik doe het eigenlijk op een andere manier dan anderen en ook als ik online. En ik leer mijn klanten dus vooral om te kijken naar wat mensen gewoon echt nodig hebben om echt met ze in gesprek te gaan. Ja, omdat mijn klanten dus werkzoekenden zijn, veelal, en ook veelal vrouwen tussen de 45 en 60 jaar, ben ik eigenlijk op zoek ook naar persoonlijke contacten, vooral bij detacheringsbureaus en in dit geval eigenlijk in het noorden en in het oosten van het land, die mijn klanten dus zou willen zouden kunnen helpen met werk. Jij was net binnenkomen lopen. Ja, zal ik even iets zeggen? Nou, we doen dit gewoon in het Nederlands, dus dat is duidelijk. Hè? Ja. 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 Hoi Anneke. Hoi, goedemiddag. Ik ben Anneke Kruijs. Ik heb een recreatiebedrijf in het zuiden van Nederland, of het noorden van België, hoe je het maar noemt. We zijn opgehoven net over de grens. Wat doe ik? Ik voorzie bedrijven en personen van een stuk ontwikkeling op het water, of door middel van water. Dus ik stimuleer ontwikkeling en verbinding door middel van watersport. Dat is wat ik doe. Wat zoek ik hier? Eigenlijk contacten met mensen die mij kunnen helpen tot het doorgroeien. Ik zit nu op 5 tot 11 van personeel. En ik vind het heel lastig om professionele heren door te zetten. Dus evengoed je boterham mee te verdienen. Ik verdien het nu in ieder geval voor mijn personeel. Je hebt een zeilschool, hè? Zeilschool, ja. Bootstructuurbedrijf. Bootstructuurbedrijf, zeilschool. En overnachtingsmogelijkheden aan het water. En dan heb ik daar vanuit heb ik een ander bedrijf opgericht. En dat voorziet in bootonderhoud. Dus dat is de volgende stap van de watersport. Mijn naam is Ines Jamanoro. Ik ben neurochange consulent. Consultant eigenlijk. Ik werk in een organisatie die internationaal werkt. We hebben meerdere consultants binnen Europa, maar ook in Amerika en Zuid-Amerika. En waar wij in ieder geval waar ik me op richt is. Het geven van training en workshops en coaching op het gebied van neurochange. En dat op persoonlijk niveau eigenlijk, maar wel gericht op management. En ik ben op zoek naar contacten met bedrijven die benieuwd zijn wat hun dat zou kunnen brengen in de ontwikkeling van hun bedrijf. Ja, dat is wel een korte pitch geloof ik. Ja, inderdaad. Ja, het is neurochange op persoonlijk vlak, dus mensen erbij, gaat het over neurotechnologie? Nee. Persoonlijk vlak. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat heeft veel te doen met persoonlijke ontwikkeling en bedrijven die op een hoger plan willen werken, die andere dingen van de mensen vragen, die integratietrajecten ingaan met andere organisaties. Dat zijn bedrijven die echt daarvoor baat hebben. Ja. Alright. Dankjewel. Thank you.
staan. Goedemorgen, mijn naam is Monique Hoogkamer. Ik wil hiervoor even alvast die bedrijf bedanken voor deze mogelijkheid. En ze is ook jarig, dus dat is nog een ja! Dankjewel. Ik heb een bedrijf en dat doe ik samen met een team van dames, dus alleen maar dames. Daar ben ik ook heel blij mee. En wat doen wij? We doen niet generatie voor met name grote bedrijven, niet alleen maar Porters, ook maar wat kleine bedrijven. Ook internationale bedrijven. Op dit moment werk ik voor een aantal Finse bedrijven, die zitten heel dicht bij de Nederlandse cultuur. Inmiddels is daar ook een grootste orde al gevallen bij NMI. Heel groot. Bekend biermerk, dus ik ben heel blij, maar mag ik mijn naam noemen, maar het is goed. En wij zijn heel anders. Waarom zijn wij heel anders? Omdat wij echt een conversatie aangaan. Wij praten op C-niveau, dus we praten op een heel ander niveau. We gaan een conversatie aan. We hebben wel een script, we houden ze dat aan. En wij kunnen ook een antwoord geven. Dus iedere ander, zeg maar, die heel vaak aan de telefoon zit, die heeft een script. Wij ook, maar wij kunnen ook antwoord teruggeven. En de conversatie en de relatie opbouwen, daar zijn wij ook sterk in en succesvol. Wat ik zoek, zijn het liefst bedrijven die in Nederland een bevestiging willen gaan starten, buitenlandse bedrijven, die een Nederlands iemand zoeken. En daar komen wij voor graag op kantoor zitten. Dus wij zijn ook nog eens op kantoor bij de onderwerpen. Dat is ook onze kracht. Super. Dank jullie wel. Goedemorgen, mijn naam is Marion Monner. Ik had trouwens niet tegen jou gezegd dat je het niet goed aanpakte, maar ik zag in jouw Facebook... Je was wel diplomatiek. Nee, het was, ja. Ik zag in jouw Facebook lied een hele reis mensen staan nadat je je frustratie uitte met ja, als je echt bang, iedereen was grommen over hoe slecht die grote bedrijven allemaal waren. En toen dacht ik, ja... Ik ken daar mensen die het anders doen, dus laat ik even kijken of ik kan helpen in plaats van meeklagen. Dus dat even een zijstapje. Ja, okay. Maar goed, ik was helemaal niet van plan om te gaan pitchen vandaag. Ik dacht, nou, het wordt heel druk en ik ga gewoon luisteren. En, maar goed, nu iedereen aan de beurt doe ik het ook. Mijn naam is Marion Mulder, mijn bedrijf heet Multimedia. En ik help bedrijven met digitalisering. Momenteel vooral gefocust op chatbots, artificial intelligence, al dat soort nieuwe snufjes. Aan de ene kant de digitale strategie, wat kan dit van een bedrijf betekenen? Of waar heb ik dan last van? Maar ook vooral, hoe moet dat? Omdat het al een beetje begin is, merk ik dat het wat lastiger is om bij de grote klanten te komen om ze echt te helpen. Dus ik zou het heel leuk vinden om bedrijven die denken, ja, ik wil hier wat mee en ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt. Dat zijn de partijen die ik zoek. Ik werk meestal als support owner, heet het in mooie agile termen. Maar ook als digital strategist. Mijn kracht is dat ik weet wat er nodig is. Hallo, zie ik de wereld ook even van deze kant. Mijn naam is Ivana de Haan. Ik ben viervoudig ondernemer vanaf 2001. De eerste onderneming die ik heb is een uitzendbureau technisch personeel in de regio Groningen. We doen eigenlijk door heel Nederland zaken, af en toe ook over de grens in het buitenland. Technisch personeel, van scheepsbouw tot aan onderhoud enzovoort. En een jaar geleden heb ik gedacht, ik wil mijn carrière veranderen en ben dus met een eigen tassenlijn gestart. En probeer dus nu, zeg maar, wereldwijd eigenlijk exposure te geven aan mijn product en idee. Dus waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is enerzijds geïnteresseerd om mijn eerste bedrijf, het uitzendbureau, te verkopen. Dat ik heel graag tijd vrij wil hebben voor mijn andere bedrijf. En in het andere geval zoek ik bedrijven, mensen die mij zouden kunnen helpen om wereldwijd mijn product te bekendheid te kunnen geven. En ik heb geen tas meegenomen, maar wel voor iedereen een flyer. Dus als jullie een idee willen krijgen van wat het inhoudt, dan heb ik voor iedereen een flyer. Leuk, ja. Hebben we iedereen goed? Oké. Okay.
Nou, mooi. Mooie verhalen, verschillende richtingen, verschillende achtergronden. Sommigen nog alleen maar de ambitie om verder uit te breiden. Sommigen in Nederland de ambitie om verder internationaal te gaan. Ik heb gisteren toezegging gekregen van iemand in Zurich die serieus verder met mij door wil praten. Ze heeft alle informatie gehad. En ze zegt, Tineke, ik heb er zoveel interesse in om een netwerk samen met jou te starten. Wanneer kunnen we starten? Er is nog geen contract getekend, hè, dus ik moet even de slag om de arm houden. Maar dat zou hopelijk in juli zijn. Juni, om daar te starten. En ik had iemand in Londen, maar die heeft zich teruggetrokken. En achteraf ben ik daar ook wel blij in, want die was niet zwaar genoeg qua kaliber om alles wat er zich in Londen afspeelt, om dat gestand te bieden. Dus dat regelt zich dan vanzelf. Ik ben ook nooit, als dingen niet lopen, dan heb ik ook altijd zoiets. Oh, dat is blijkbaar op dit moment niet het juiste. En wat ik vroeger deed als man, van ja, maar het moet en het zal werken. En dat heb ik natuurlijk als topsporter, heeft me dat heel veel opgeleverd. En heb ik daar ook meerdere titels mee gehaald. En ook in een onderneming werkt dat wel. Maar ik heb wel ervaren dat dat tegen de stroom inroeien is. Om maar eventjes vanuit mijn kajak achtergrond. En dat doe ik niet meer. Dus op het moment dat je vlak voor je beurs in Londen je website eruit ligt, hè, 2 dagen van tevoren, dat iemand die in Londen zou starten een week van tevoren zegt, ik weet het niet. Toch 3 gesprekken met nieuwe op de beurs, waarbij ik direct denk, nee, dat is het niet. De ander niet op vandaag en de ander ook niet. Denk, oké, Tineke, hoeveel signalen wil je nog hebben dat Londen nu even niet eerst aan de beurt is? Ik had jullie hier willen zeggen, we starten in april in Londen, maar dat gaat niet door. Maar ik voel me daar dan ook helemaal streng mee, want ik geloof echt heel erg in de flow volgen in je bedrijf. En ik denk ook dat dat iets is wat wij als vrouw juist zo goed kunnen en wat ons zo sterk en krachtig maakt als ondernemer. En wat heel veel vrouwen nog te weinig misschien durven kunnen doen, maar ik zie al allemaal ja knikken, dus waarschijnlijk heb ik bij jullie ook het juiste gehoor daarin. Dus en wat ik zei, ik weet niet of ik dat gezegd heb. Ja, gisteravond kreeg ik de toezegging dat ik in gesprek kan met een permanente sponsor. En dat is een investeringsmaatschappij. Daar ga ik natuurlijk nog het gesprek mee aan. Maar ik zoek eigenlijk gewoon een sponsor die het hele jaar de vaste locatie doet. Zodat we altijd in dezelfde ruimte zitten. Dat is wel zo gemakkelijk en herkenbaar. En een plek die makkelijk bereikbaar is. Hè. Utrecht is aan de ene kant centraal, daarom heb ik ervoor gekozen. Maar is niet makkelijk bereikbaar, hebben we nu ook alweer met z'n allen ontdekt. Dus dat heeft ook focus. En investeringsmaatschappijen, hè, dat zijn vaak mannelijk gedomineerde instituties. Maar die willen juist heel graag met vrouwen in contact komen. Alleen, dat soort maatschappijen en vrouwelijke ondernemers zitten vaak niet in dezelfde netwerken. Dus ze komen elkaar vaak lastig tegen. En vrouwen zijn van nature ook niet geneigd om direct naar kapitaal te gaan. Wij zijn vaak meer geneigd om ons bedrijf organisch te laten groeien. Omdat wij gaan voor veiligheid, voor zekerheid. Terwijl mannen juist zoiets hebben. Nee, je moet juist met vreemd kapitaal je bedrijf groeien. Want dan kun je snelle stappen maken. Dus juist om onze natuur ten aanzien van groei met een bedrijf is een investeringsmaatschappij daar heel erg in geïnteresseerd. Omdat wij niet zo snel failliet gaan met ons bedrijf. Wij geen rare bokkensprongen maken als ondernemer. Dus wij zijn een solide investering. Dat traject loopt. En hoe ver ben jij, Wendy? Nou, nog niet. Oké. Dan... nog 2 seconden. 2 minuten bedoeling. Oké. Doe ik hem gewoon uit mijn hoofd hoor, dan ben ik helemaal ja. Nee, ik geef jou wel even de tijd. Ik kijk wel hoe ik het nog verder vol kan praten. Nee, dat doen we niet. Ik heb in ieder geval al een mooie match gehoord, Eline. Met technische bedrijven mensen uitzenden. Dus ik neem aan dat Ivana heel veel contacten heeft in de technische wereld. Ja, oké. Ja, Jacqueline, maar ja, dat is die komt er aan. Nee, ik heb gebeld. Ken je Jacqueline van der Leng? Nee.
Oké. Dat is echt niks van haar. Nee, dat klopt. En zij zou mij ook zeker een berichtje sturen normaal van ik kom. Ze is uit haar gelazerd en ze sprong meteen in de auto. Dus die komt er... Ja, het is inderdaad niks van haar. Ja, ik zag haar naam staan. Ja. Oh, wat lief van je dat je er even actie op onderlopen hebt. Waar ben je? Hoe bedoel je? Ik zie je naam staan, maar je bent het niet. Oh. En toen hoorde ik blinde paniek aan de andere kant. Maar ze komt er net af, maar dus die is met 3 kwartier hier. Oh, dus perfect. Ik hoop dat ze er met een kwartiertje is. Ja. Nou, perfect. Ja, Jacqueline van der Lem is dus iemand, maar goed, dat zal ze dan misschien zelf straks nog vertellen. Maar dat is een klant van mij geweest en die werkt ook met technische bedrijven. En daar installeert ze luchtfilterinstallaties. Dus ze komt ook helemaal uit de mannenwereld. En is ook juist zo'n onderneemster die zo graag vanuit de vrouwelijke kwaliteiten onderneemt. En met andere vrouwen zaken doet. Maar dat is een raambranche vrij lastig. Even voor je beeld, zij heeft dus werkschoenen met staande neuzen. Maar dan wel de pubversie. Ja. Cool. Maar Anneke, jij zit ook in een typische mannenbranche. Hè? Jij zit in ook een beetje de outdoor, net zoals ik vroeger. Daar kennen wij elkaar ook van, vanuit die hoek. Dat is toch heel anders. Hè? We hebben laatst ook zitten eten, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Hoe ver ben je, Wendy? Nee, ik geef het op. Ja, jij gaat gewoon je verhaal doen zonder presentatie. Heb je hem op een stick, want dan kunnen we hem hier inzetten. Nee. Yes. Oké. Okay. Nou. Ja, maar ja, zo moet het dan zijn, hè. Ik wil altijd improviseren. Helemaal in het Engels. Ja, wil je niet? Je mag hem ook in het Engels doen. Ik weet, dat heb je misschien gemist, maar ik begon zonder dat ik het in de gaten had, eigenlijk in het Nederlands. Maar er zit op dit moment niemand bij die alleen maar Engels spreekt. Ik kan het Nederlands, Engels of Duits? Jullie mogen kiezen. Wat je wil. Just in Nederlands. Nou, Wendy, wij kennen elkaar al een tijdje. Tess was daar ook bij betrokken. Wendy startte op een gegeven moment het initiatief Supervrouwen TV. En was op zoek naar sponsors, mensen die het mee wilden helpen opstarten. Ze benaderde mij. En daarvoor kreeg ik meerdere video's, kreeg ik heel veel exposure. En een van die video's is bijvoorbeeld ook te zien op tienekerensen.nl, waarbij ik erg goed gecoacht ben door Wendy over hoe kom je nou het beste over op video. En zij heeft dat hele kanaal in no time uit de grond gestampt. Daarnaast is ze nu bezig met Supervrouwen Academy en dat is ze internationaal aan het uitbreiden. En daarbij heeft ze trainingsprogramma's waarbij ze samenwerking zoekt met allerlei andere zelfstandige coaches. Om in corporate organisaties vrouwen te helpen om bepaalde issues binnen hun werk om die aan te pakken. En afgelopen maandag stond ze in de Telegraaf, in de editie Vrouw. Waarbij, en dat vond ik zo mooi hoe ze dat zegt, dat ze zegt van luister, wij vrouwen, mannen hebben een old boys network. En wij vrouwen, wij helpen elkaar niet naar omhoog. Hè? Wat zij ziet in corporate organisaties is dat vrouwen juist elkaar dwars zitten en in de weg zitten. En ze zegt, als wij nou met z'n allen elkaar gaan ondersteunen en van me too naar we change gaan. Hè, en daarom ben ik ook blij dat ze hier vandaag is om ook dit te ondersteunen. We hebben ook achter het scherm af en toe een beetje geleveld en gemastermind. Om haar hier te hebben als spreekster en om haar verhaal, haar inspirerende verhaal te vertellen over hoe zij nu bezig is om haar bedrijf internationaal op de kaart te zetten. Dus Wendy, welkom. Nou, ik kan nog geen betere intro bedenken, toch? Ja. Supervrouwen, ik zal je eens even uitleggen wat het is. En een klein beetje van mijn achtergrond, ik heb een reclamebureau. Ik ben ooit op de kunstacademie van Rotterdam en San Francisco heb ik mijn opleiding gedaan. Ben ik voor de origine art director. En dat betekent dat je een concept te bedenken bent. En samen met de copywriter bedenk je dan allerlei mooie campagnes. En dat heb ik ook gedaan, om prijzen gewonnen. Maar het is ook een hele egocentrische business. En ik ben een mensenmens. Dus ik heb toenertijd, 14 jaar geleden, besloten dat ik wel mijn eigen bureau dan opstartte. Vanuit toenertijd een heel bijzonder concept, namelijk zonder personeel. Dat snappen ze allemaal niet. Nergens trouwens. En nog steeds meestal niet. Dat is een beetje jammer.
In het buitenland zie je veel meer bedrijven die gewoon een soort flexibele schil om zich heen creëren. Met een klein team of zelfs één persoon. En dan vervolgens hele grote dingen doen. En ik ken Annemarie persoonlijk. En dat verhaal doe ik dan. En zij zag dat ook al gebeuren. En vond het zo leuk dat ik met het bedrijf, toen ik haar ontmoette, bestond al iets waar. Maar... En toen zei ze van ja. Het hoeft ook helemaal niet meer. Mensen willen graag flexibiliteit in hun werken. En dan past dat natuurlijk perfect. 5 jaar geleden was het diepcrisis in Nederland. En mijn bedrijf ging als nooit tevoren. Omdat ik namelijk voor de crisis al had gezien dat online heel groot ging worden. En ik ben echt gruwelijk uitgelachen toen ik zei, nou, de bestedingen zullen ongeveer 35 traditionele en 65 online worden. De algemene inschatting toentertijd was precies andersom. Dat er op die 30-40% misschien naar online zou gaan. En ik weet allemaal hoe dat ook is afgelopen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik nergens last van had in die crisis. Want al die bedrijven die gingen natuurlijk online investeren. Dat was veel goedkoper. En daar was ik al in gespecialiseerd. In die crisis zag ik wel heel veel bedrijven die niet zo goed ging. Toen dacht ik, wat kan ik nou doen om die bedrijven te helpen? Ik zei al, ik ben mensenmens, dus ben ik gaan kijken, wat zorgt er nou voor dat je bedrijf groeit? En dat is inspiratie. Je zoekt een merk of een persoon en daar leen je van, daar kijk je van af, daar word je door geïnspireerd en denkt, oh, zo ga ik doen. Daarnaast heb je informatie nodig en daar was ik natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Als ik niet goede informatie had gehad, dan had mijn bedrijf niet meer geweest na de crisis. En goede actuele informatie, jongens, wat gaat het toch snel, of eigenlijk bijna moet ik zeggen. En als laatste heb je een netwerk nodig. En als je je netwerk vergroot, dan vergroot je gewoon je omzet. Dat is, in alle onderzoeken is dat bewezen. Bij de een is natuurlijk de verhouding van hoe ver je je netwerk uitbreidt. Hoeveel klanten je meer je krijgt is natuurlijk wat anders dan bij de ander. Maar als je je netwerk vergroot, punt, dan heb je meer omzet. Punt. Dus we zitten hier goed, toch? We zijn al bezig met onze omzet te vergroten. ja, dat is toch zo. Dat gezegd hebben, dan dacht ik van oké, maar voor wie ga ik dat dan doen? En toen heb ik gekeken naar groepen van ondernemers waar potentie in zit. Toen heb ik eerst gekeken naar starters. Ik ben dol op starters. Daar zit een enthousiasme in en een frisse kijk waar ik altijd heel enthousiast van word. Maar er was al heel veel voor starters. En toen ben ik gaan kijken naar vrouwelijke ondernemers. En wat zag ik? Bij vrouwelijke ondernemers zijn superstarters. We doen het 15% beter dan mannen. Omdat we beter nadenken, geen rare, te dikke auto's, grote panden in investeren. Maar we zijn beroerde groeiers. Echt beroerd. Als je kijkt naar hoeveel vrouwen hun bedrijven echt door laten groeien naar flink of heel flink, dan is dat, die cijfers zijn echt heel bedroevend. En toen dacht ik, oké, maar als ik zou investeren in deze groep, dan levert het meer op. Er zit heel veel potentie. En wat mij opviel is dat heel veel vrouwen beginnen bedrijven met een bepaald sociaal besef als onderlaag. Dus ze bedenken dat kinderopvang beter moet. Of bijvoorbeeld die midlife crisis die ik net hoorde. Dat zijn concepten die maatschappelijk vaak een behoorlijke impact kunnen hebben. Dus ik zou niet alleen investeren in zeg maar, de groei van de economie, maar ook nog eens in een betere wereld. Dus dat was mijn keuze gauw gemaakt. Dat ga ik voor vrouwen doen. En zo is Supervrouw ontstaan. Ik ben eerst begonnen met een event in Noord-Holland. Regio groot. Er kwamen 200 vrouwen. Was 2 weken uitverkocht. Want ik ben van mening dat... En dan schop ik nu even tegen je schenen, Tineke. Goede events zijn niet gratis. Want goede content moet je bijna altijd kopen. En dus vind ik het heel normaal dat je ervoor betaalt. Ik vind het ook heel normaal dat je bijvoorbeeld een factuur stuurt
als je niet komt. Ja, dat zijn wel aardig wat die. Nou, dat vind ik heel aardig. Ja. Ja. Ja, want je investeert en nou ja, we hadden dus ook. Mag ik heel even onderbreken, want ja. Ik realiseer me iets wat toch wel belangrijk is. We hebben hier allemaal videocamera's staan. Ja. En ik wil videoopnames voor de website en moet het wel in het Engels. Zal ik opnieuw beginnen? Nee, maar is. Zal ik dit stuk verder in het Engels? Ik wil toch in het Engels gaan, want anders hebben mijn video's geen zin. En daar betaal ik wel voor. Dus ja. Hoe gezellig het ook is in het Nederlands, maar ik wil toch van het in het Engels doen. Nee, toch? Maar we hadden dat allemaal verwacht in het Engels? Ja. Oké, ga ik verder in het Engels. Sorry, Switch. Ja. Fortunately, I'm fluent in English, so. So what I did is I invented an event just for the northern parts of Holland first, and then the sponsors and we were so enthusiastic that they wanted me to do it in other regions as well, so I did. And we grew even to an event of almost 400 business women that came together. In the line of all this, a digital magazine came about. They asked me to do my own TV show, and I did, on RTL, together with Tineke Verburg. You probably know her, well, at least the older people of us know her. I found out anybody above 40 knows who she is. Below, not so much. But so I did that, and then 2 years ago, a couple of the big companies that also sponsored these events came to me and said, "You really understand women. Can you please make sure that we do what you do, but then within our company? So can you please help our women grow their career?" And that was a question for me that I didn't see coming. But it triggered me, and I started Super Women Academy. Super Women Academy is a concept that I upfront already designed to be able to grow and not just in Holland. Because I do love the Netherlands, I really do, but it's very small. There's only 17 million people, that's not a lot. And half of them are women, but still. So I made sure that the Super Women Academy would be a concept that I could expand and make sure that I could do this in other countries as well, which we are doing now, currently in Germany and England, and we're starting in Belgium. I don't want to bug you with how I did this, because I think for every company there's a different way of doing things, but I do want to tell you what I did to make sure that I could grow my company internationally. And some of you already work internationally, but the things I ran into while doing this is something we could all learn from, I hope. So one thing is, well, I'm going to give you a couple of ways to do it, so how-tos, and I'm going to give you some tips. And I promised Tineke that I wouldn't take longer than half an hour, and I promise you you're fine. You're fine. You're listening to so many people. Yeah. So feel free to ask me anything, and I'll be free to not answer everything. So, first thing I did is make sure that my process, my the way that I work, is in the cloud. That's a must, because you're going to find out that if you want to expand, the first things you have to do is go abroad personally. You cannot run a company out of your hotel room when it's not in the cloud. It's just not possible, because you're going to run into all kinds of stuff, and you need to take care of things, and you cannot do this. So put it into the cloud. There's lots of interesting and cheap ways of doing this, but into the cloud is essential. What do you use? I use a to-do list, which is online, which is called Wunderlist. Cool.
I love that one. Yeah. Because you can also delegate tasks to everybody. It's very cheap, and it synchronizes with everything and anything you have. So it synchronizes with my phone, my iPad, my laptop, and my desktop, and everybody who's connected to it as well. How do you learn? Wunderlist. It's Wunder? Wunder in German, and then list in English. Okay. It's a original German app. And I use Dropbox and Drive. Drive is really nice if you want to work with the team on one document at the same time. That's why I like Drive more than Dropbox, because Dropbox keeps making extra copies, and that's not very handy. Then you have like a list of not anymore. Yeah, but when I started, So that was for me. It was a no-go. So I decided to go with Drive. Of course, there's a lot of ifs and buts about working in the cloud, and you have to bear in mind that on the 25th, I think, of May, a lot of rules are in place, but yeah, you have to figure that out. Data protection. And people that have personal information in there, and you usually have personal information. And then I use anything and everything that can connect with each other. So like HubSpot, I use HubSpot for sales leads. And HubSpot is cheap when you start out, because it's for free. And they have great advice on sales and marketing. It's all in English, but it's one of the best, I think. There's Marketing Profs as well, but I personally like HubSpot better. So you have to have everything into the cloud. And then the next thing you want to do is look at your process and make sure that if anybody else would do that task, they would know how to do it. And for me, for instance, it's sending an email to one of our participants at 1 hour trainings that the date was changed. So you need to have a standard email text for that, because if you do, you can just outsource that. I am meeting my new secretary this afternoon. I'm still not employing anybody. I work with people and companies outside of my company, because I found out that there's a lot of really enthusiastic people that have companies like you, for instance, and why not outsource it? Because they treat you like a client. And one of the things that I found out was really, really difficult to do is to find the best people. And I found out that the best people have their own company. So I decided to outsource it. The great thing about it is that you become a client, not an employer, but a client, and it has so much benefits, because you don't have to worry about anything. As we say in Holland, gooit het over de schutting. You throw it over to the other side, and you don't have to worry about it, because it's their worry now, and they have you as a client, so they will take care of you. And first, I was a bit hesitant, because you're putting your information about your company into the hands of somebody who's not really connected. They don't have stock or. But it works. It works really well. And so I did. And I worked through all of my processes, and I made sure that, like a simple example, is anything that has to do with administration, like sending out invoices and sending out reminders if they didn't pay, all of that comes out of an email address, which is called admin. The great thing about that is that my secretary can take all of the email that has to do with admin, and just, I won't even see it coming or going, which is a really relaxing idea. So take a good look at anything and everything that you do,
make sure that you choose all the stuff that you really like to do, and make sure that you delegate everything that you hate to do. And it sounds really obvious, but a lot of us don't, because of the risk, and they think, well, I have to grow first and then I can do this. But that's the worst thing you can do, because if you want to grow, you need time. And you need time to spend it on not your administration, not your email, and not answering the phone. You need time to invest like in acquisition, or marketing, or promoting yourself, or connecting with the right people. That's something you cannot outsource, because if you work like me with a bunch of people that need to be different but have the same intentions and the same drive, you have to make sure that you make those connections. And the other stuff you could just delegate. And the first time I delegated something was the first day I started my ad agency. I delegated my administration, because I really hate administration. I loathe it. You cannot imagine how much I really hate that. And I decided there are people that can do this better, faster. And if you take your hourly cost into mind, they're probably cheaper too. Because if you, and that's a great thing to do, if you take an account on how many days you want to work, how many hours you want to work. So you deduct from a year of 365 days, deduct the vacation. And I love vacation, so I deducted 65 days. So there's 300 days left, and then out of those are weekends, so you can work that either. And then you pick a figure of what you want to earn. And you have a great video about that. But you pick a video about what you want to earn. And then you calculate what your hour rate should be. And usually it's over 100 euros. It should be, by the way. Most women charge way under what they should. But if it's over 100 euros, excuse me, but it's really easy to find to do your administration for about 35 euros an hour. So, and they do it faster and better than you. So why do it yourself? And that's what I found out, that women are not as good at as men. Because men are way easier to delegate stuff. Not only business-wise, but also in the home. That's also why women still take care of almost, in general, 70% of all caretaking things in the home. That's one of the reasons, because they cannot delegate. So if you want to grow your company, you have to learn to delegate. And it's scary, and yes, there's gonna be stuff that goes wrong. But then again, it still will take you less time than doing it on your own, and you cannot grow with you if you're stuck with all this stuff. One of the other things I found out is that in order to grow, you need to think big. And I'd like to do a little exercise, because I did recently for in a training, actually my trainer did it, and I found out that I always suspected it, and I knew this sort of, but thinking big is one of the things that we're not too comfortable with, and men are. So let's do this exercise. I would like to know your biggest dream for your company. Let's say you, Anna. What is your biggest dream? My dream for my company is to sell it over about 5 years for a very good price, for about $1 million. A million? Yeah. Why a million? That's not too much. Well, for me it's okay. I think I've a great patient after that. Okay. How about, would you be happier if it would be 3 million? Maybe, I don't know if I'm happier. But
Would you like to get 3 million? I would like to. In 3 years? So this is what I mean. She sort of made an idea and thought of, okay, 1 million sounds really big, right? 1 million for my company. How many years did you need to grow your business? 3 years. 3 years. So in 8 years, you want to get 1 million. Four years. 4 years from now. Yeah. So in 7 years total, you want to earn 1 million. Yeah. That's not a lot. So how about you dream bigger? The thing is, if you dream bigger, you set your goals in a different way, and you organize your company in a different way. And the way you think about things is how you grow. Is the starting point for where you wanna go and where you get. So if you think 1 million, it's gonna be 1 million in 4 years. But if you think 3 million, it's gonna be 3 million in 4 years. Of course, there's also goals that are way too big to ever. I mean, if I want to be a prima donna ballerina, I'll never be a prima donna ballerina. But your goal is not that big, so try to expand it to the part where you're a little uncomfortable. Because if you're comfortable with 1 million, your goal is not big enough. Let's do another. Who wants to share their goals with me? Their mission. What do you want to be? I want to expand with my brand worldwide. Okay, let's narrow that a bit down. In terms of revenue, in terms of how many bags, in terms of do you want to have shops everywhere? What do you want? I would love to start in Europe. Where? All over. Well, you have to start somewhere. Yes, but I think somewhere in France. Okay. Or in Switzerland and Germany, and from there maybe in Amsterdam. Because what she does is real great, because she wants to, you know, be really big, but it also needs to be something you can measure. That was good about your goal, because you said 1 million and you can measure that, but it was just not big enough. And I learned this from the trainers, who are all experts in their fields, and I learn a lot from the trainers, because I visit and attend those trainings as well, because I want to see what the reactions are and how we can make it even better. But this is a way of thinking that us women are not used to, and we should. So I dare you to dream and think big. And then I have a last couple of tips, and for you, Vanya, for instance, that would be very interesting. And I already tipped Timmy on them, because I'm expanding, and apparently, nobody told me, I figured it out by accident actually, but our government gives out money, a lot of money. And I'm not kidding. For instance, I need new contracts for all the different companies, or for all the different countries that I'm building my company to. And they, up to a 5,000 euro, they will give you half of it back on legal fees. So you spend 2,500 and you get 5,000. And anybody who's ever done, had a lawyer done a contract, knows how expensive they are. And you get half of it back. Another thing is, I'm going on a mission for women to London. Half of that money, which are the costs, you will get back. And you can even get that every year. So if you go to a trade market or a conference or anything that can expand your company, you can apply for this voucher, and every year you will get up until a certain amount of money, I'm not sure what it is, but you will get that money back. And you already paid for it by taxes. Yeah. So international expense. Yes. Yeah. And there's another thing, and I'm meeting her after this meeting actually. There's a business coach, and you get a business coach for free. I think the total worth of it is about
2,800 euros for sessions, and they will help you expand to another country. And you can get that for free. The only thing you have to pay is the taxes on that, and you get that back. Well, my company gets taxes back. Maybe some of you don't, but most of the companies can just, you know, get that back. So that's free money lying around that nobody knows. Even my lawyer, who's done 10 years of international business, didn't know about the existence of this. So that's a knowledge voucher, that's a mission voucher, and there's a coaching voucher. And you can find them all on rvo.nl. It's a hassle to get through. I must say, you really have to have patience. It's government, need I say more. But it's worth it, because if you add all these things up, I get about 5,000 euros back, no more even. It's about 6,000 euros. That's 6,000 euros, 2 days of work, but 6,000 euros. I don't know your hourly rate, but it's easy money. Well, I should say it's money. It's not easy, but it's money. So, and I don't know if you do that, but if I'm in waters I didn't swim or go yet, I always say, I put on my blonde wig. Excuse me for the blondes in there. I always use that. It works very well. Yeah, it works really well. You know what I mean, Tika? Even if you're blonde. Yeah. No, it works on the phone, it works really well, because they can't see you if you're blonde. But the way that, what I'm talking about is that you ask them all the questions, and even in detail, and you sort of act a little helpless. Because if you do that, the funny thing is, a lot of people want to help, and especially in these places. And if they help you, it will take hours away of fishing things out. And that's another thing that women are not too good at. We want to do it ourselves, and we don't ask. Most entrepreneurs want to do everything. It's not specifically women. It's not a good thing. Especially men too. No, but it's not a good thing, because it saves you time and money if you just ask. I mean, that's what was so great about these pitches today. You'll ask something. And I've got a huge network, and I didn't hear everyone's pitch, so we have to do something later on. But a couple of you, I already know whom to connect with, and if you don't ask, I can't help you. And there's a saying in Holland, and it's one of my favorite sayings, and it's also above my computer, which is called de wet van Sinterklaas, which is sort of the law of Santa Claus, if you want to do this in English. And what you do for Santa Claus, you write a list, right? So Santa Claus knows what to bring you. And what you do is you ask what you want. For instance, I'm a chocolate lover, but my family, if I don't put a book on the list, they will give me chocolate because they know I love this so much. And if I decided not to eat chocolate, trust me, I won't, but say I do want to decide to eat chocolate no more, then I will get chocolate because I didn't ask what I want. You really have to ask what you want and be specific as possible, because maybe they don't know the answer to your question now, but in like next hour or 2 days, I might meet somebody. This is sort of how it works anyway. If you ask something, you probably meet somebody who will help you with that. But you need to ask out loud, not like in your little office and maybe on your personal little list. Ask out loud. And why not? And that brings me to the last and final quote that I live by, and that's why I created Super Women anyway. And it was also quoted in the Telegraaf this week. It's a quote of Madeleine Albright. There's a special place in hell for women who do not help other women. And it's so true, because we could be on top of the world if we would take sisterhood seriously. Yes, so, let's try to be a
business sisters and make this work. Actually, not try, let's do this. Excellent. Thank you. Any questions for Wendy? We still have like 10 minutes time, so please go ahead. Or anything that pops in your mind or triggered you, what you learned during her speech. Did I ask, remember? It always takes. Ivana. You talked about the money you could get back from the government. Yeah. Is it for all kind of companies? Like in Holland we have a BV, VOF. Most of them, yeah. Okay. So you don't need to have a big company or with 10 people employed. Like I said, I don't have any employees. For some vouchers, because these are only the three that I found out and am working with right now, but there are vouchers out there that sort of only are for limited, so BV. Mm-hmm. But most of them are even for smaller companies and ZZP. So that's good. About the trade mission vouchers, I already used them 3 times, okay. 3 years in a row. You can only get one per year. But if you have more businesses or a stichting, mm-hmm. You can get for every different enterprise, you can get one. And it has to be a trade mission which is accredited. So it has to be communicated with the RVO. Yeah. For example, in Holland, for female, it's Women Entrepreneurs Netherlands. They organize in March a trade mission to Milan. Which would be really good for you, because Milan is one of the fashion capital towns, and it's not expensive. It's and you meet you can say who you want to meet, and they try to connect you already. So you have speed dating, you visit various businesses. There are women from Milan who will come as well. The same they do in London. I hope to be in Milan, and I definitely will be in London. I already visited London twice. I went on a trade mission to Belgium. Mm-hmm. The good thing is you meet like-minded women. Of course you need to invest, especially in time, because it's not that expensive. It's like 3,000 euros, and half of it you will get back. Yeah. So London is 1,500 the mission alone, and then you of course need traveling expenses and hotel, but you can half back. Yeah. And for 750 euro, you can easily, well not easily maybe in London, but they made a deal with the hotel, so you can get that money back. So for 1,500 euros, which is not too big of an expense, I think so anyway, because if I get one client out of this, then I already get tenfold back. Every mission, I've either had somebody who I work closely with or a client. Yeah. So it's always been payback. Yeah, so, and there's a calendar. There's a calendar on the website. Okay. It's called International something. And there's all the accredited trade women entrepreneurs missions and no, but like in general. Ah, okay. Not only for you. It's they're all in there. So if it's on that website and you can find it via RVL, you know which ones you can do. Like say if you want to go to a technical trade thing, then it should be on there. And the funny thing is, there's a lot of them on there that I never knew about, but are interesting. Interesting for me. So I imagine you can find something on there as well what would be good for your business. Yeah. The good thing about joining the trade missions, which are not organized by Women Entrepreneurs Netherlands, but will be organized from Economische Zaken, they're usually either the king or the president or Guus Hiddink. They will be the role model. And many huge corporate organizations from Holland will go. So if you go as a woman, men usually like to talk to women. They're programmed. But usually you can get a huge good network. Only for that, it's already worth investing in it. And then you can go to China, to wherever you there like. There are all kinds. Yeah. And it's not only the Ministry of Economics, it's also like the business partner, business got
from RVL. They organize such events as well because they are targeting a certain branch, and then they make sure that you connect with the right people. And that's what they like. Usually the companies don't earn a lot of money out of these missions. It's something that they really, really like doing. Or if they organize the conference, then they make money with that. But normally the missions are sort of a let's help each other kind of thing, mm-hmm. which is nice. Mm-hmm. And my question is about business coaches. Are those appointed the business coaches? No, you can choose one, yeah. There's like a huge list, and then I called about 10. They do have a preferred supplier. Yeah, they have a preferred supplier list. You could be one of them. Yeah. I could be one of them. Yeah, yeah. Oh, okay. I just think the other way around. No, but you could do both, right? Yeah. And the thing is that it's very difficult to find out which one is right for you. Mm-hmm. So what I did is I just called 10 people. Oh, I emailed 10 of them because, well, there's very little information on there. So I emailed 10 of them, and the one that responded within 3 days, I called back. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, fair. So, and that worked. Found a really great one. With the right connections in Germany and England and Belgium, what I needed. But there's also specialists in there that concentrate on Asia or on other part of Africa. So in America, Canada, there's different ones, and depends on what country you want to expand to. Yeah. So, and you can only get that once, so pick carefully. Not once per year? No. Okay, once. Just okay. Once. The trade missions are once per year. Yeah, and the knowledge voucher, which pays for half your legal fees, you only get that once. Okay. Also. But it's interesting, and it's worth finding out. Like I said, the legal fees are sort of killing every expansion thought that you have. So it's very nice to hear that they pay half. Oh, thank you. That's a good one. Yeah. Yeah. Any other questions? Well, I don't really have a question, but I reckon I'm sure. Yeah, you were nodding a lot. Yeah, that was really nice to see. Yeah. Well, I started for myself 4 years ago, and during the way I overcome the need, then I had a pro, and that's really nice. I don't have people working for me, but with me. Mm-hmm. I only work with freelancers because I know that everybody. Well, you have a similar way of thinking. Yeah, that's what I recognize. So that's really nice. And it's really a myth that you cannot grow without hiring people. Of course, it's hiring people. You don't have to employ them always. Yeah. I mean, there's businesses where, I mean, if you have a restaurant, it's going to be very difficult. Yeah. But yeah. If there's a lot of businesses that can just grow, if you structure, if you make sure that it is available everywhere, anywhere, on every time, because you have some consider as well, but then you can just expand. Yeah, and they always laugh about me because I have one rule for myself, and I say, well, it looks like work, I'm going to stop. And well, I really do. Well, you look like you love what you do. Yeah. And I hope I have the same aura about me because I really like what I do, both companies, by the way. Yeah. So. Just in 2-3 minutes, can you tell us what your plans are in Germany and in London? Well, I didn't share my biggest ambition with you guys, exactly. Right? Here it comes. I want to have an academy in every country in the world. But I'm starting in Northern Europe because that's the market that is closest to our culture. Yeah. I found out that what I do is not particularly connected to a culture, but in detail it is. It's just certain ways of doing things in business that are different in Germany than in Holland or in England. I started in Germany April last year, so about a year ago, and we're gonna do the first client consultations in the coming months, so that's good. With big companies too, so I'm really glad about that. And I'm going to do the same thing with England before the summer even.
and Belgium is something I plan to after the summer to have the first client meetings. Yeah. Pretty cool. Oh yeah, and my trainer on Ambition, by the way, she said, well, that's not big enough. Because you already started, and I'm like, oh, okay. And then she pushed me, and then I said, well, I want to be the go-to gal for every big business, corporate CEO, or government official, like Rutte or, I don't know, Trudeau. About women and work. Beautiful. So, yeah, that's really big, but I do like the thought of it. Okay. So if you don't, anyone, please send it to me. I have another question. You both mentioned the freelance network as a company rather than who's hiring people. I really recognize that because I also like to work with other people rather than get staff. Uh-huh. Now, of course, today we're talking about being a leader of a pack and running larger things, creating the network for. I'm interested in is there mapping already of pools of skills that are to help each other? So, secretaries, designers, so there's all these pools of. Well, it might be a good idea to start here, right? I mean, I'm working with two companies that I'm really satisfied with, and they have people. Yeah. employed, but they do it in a way that it wouldn't ever affect my business without me having to hire them. So maybe it's a good idea to make sort of like a Google Drive document where everybody could just, you know, put people in or businesses in that really are, they're really having a good time. And same with tools. Yeah. And of course, first, look in our own network. Yeah, for example, if you need new clients, she's the go-to girl. Like the secretary one, that is somebody that I interviewed for my YouTube channel. So that's how I found her. Yeah. And of course, in light of what I do, I prefer to hire women or women-owned businesses. Ooh, I've got one tip because the slide thing didn't work. You have to, and I'm not saying, no, I'm saying is, you have to subscribe yourself to WeConnect. It's for free. WeConnect is a foundation that helps you land big clients. Because those big companies are doing diversity within their company, but also with their suppliers. So if they write out a pitch or an assignment, they want to preferably have like the three or four people that, you know, go for this job or this project or this this thing. They would love to have a women-owned business in there. You need to have 51% or more of your business, but it's really worth it because they have a really great network and they're starting here, but that network also helps me do business in the UK now. So, and I'm one of their ambassadors, so it's really nice. WeConnect, look it up, weconnect.com, and just subscribe your company to there, and then if they get a question of one of those big companies that they're looking for something, they will send it to you as well. And this is because the big companies didn't know why women entrepreneurs weren't going for those assignments. And then they found out it's sort of like a old boys network. Mm-hmm. And the women just can't get through. And then they decided, we don't want to do diversity just within our company. We want to diversify our suppliers as well. And this is the way to do it. And there's like big, like really big companies in there. IBM, General Electric, it's huge. And you don't need to be a big company to be in there. No, but you do need to be certified. They have their own certification regulation. Yeah, but it's not that difficult. No, and I already connected a representative of WeConnect. She will do a webinar for our members at some point to explain more about how it all works. Hey, Jacqueline. Yes. You perfect timing.
Okay, so... So yeah, so WeConnect is a really good source to go to. And they do free webinars. You can just also subscribe to the network. They do free webinars about just about anything has to do with business. And it's very valuable, so I would go there. I don't advocate a lot for other networks, and especially not when I'm invited to speak in the network. But this one we agree on. It's great what they do. So, thank you very much. I just told her. Now you have to shut up. Because it's her birthday, and yes, you're on the spot. We're gonna sing happy birthday. Oh, so, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tika. Happy birthday to you. Hip hip. Yay! And of course, if you have your birthday, you get a gift. Thank you so much. Oh, you know, that's exactly the reason why I did it on this day. I think that must be the best present I can give myself. Not this one, is it? No, here it is. You'll love the title. Okay. And unwrap it immediately. You're gonna love it. Trust me. It's a great year for you guys as well. Your best year ever. This guy is worth looking into. He's very practical, and he's one of those goal sellers, setting dream big kind of people that are not full of fluff. That's a great way to put it. He's very practical and hands-on kind of person. So thank you very much. Yeah, you and love I just whispered in her ear. At some point, I need to learn a little bit about good gastvrouwenschap. I will send her a very beautiful bunch of flowers because, of course, I should have had a bunch of flowers. But there's always the excuses. I have been on my own in the office the last 4 days just before this event because Jesper, who helps me out in the office, he was ill, and you had some things. But I will make it up with you, Wendy. Thank you very much. And Jacqueline, are you ready to pitch? Oh! Because I already talked about you. There are some people who want to connect with you here. Okay. So, when she's finished. Okay. Yeah, just her pitch and then we have to pitch. Okay, yes. So please go and stand up here. We all did it in Dutch and then but you need to do it in English because we are creating promotion material for the website too. Oh, yeah, that's what you get when you finish in English. No, that's too hard for me. Because I was in the car only speaking German, so for me, yes, okay, I try. I do my best. I'm Jacqueline van der Lem, owner from Lemtech Air and Environment Solutions. And we build very big installations for the big industry, the ship industry, the offshore industry. We do solutions for the customer and do that in their situation. So we do also a lot of engineering for new installations because the customer has a problem and there is no solution for it. So then we take him by the hand and we do that together with the customer, with our experience and with the fabrics we work on. I'm general importer of Tika, that is a German fabric. He works worldwide and normally we do only moest het zo kort? Then I make it quick. I have my company 18 years now, started by my own. Now we are with 10 people and have a lot of partners we are working with. So we are with a small team, but we do really big installations. Now we are working on a very big project with Boeing, America, and I think the title of that book
will be for us this year. is there anything you're looking for where we might be able to help you with? For me, what is important is there are all more countries that want to have us for the business. When there is by you a special experience with difficult countries. I can say for America, the rules there, if you have some basic rules to do business with them, for Poland, for Bulgaria, when there are really difficult and strange countries, yeah, please let me share what the problems are and let me see what we can do together, that when you have made a fault, that we not do have to make the same. Okay. Yes. Thank you very much. Okay. All right, ladies. We are going to start with the mastermind sessions. Something which is very well known in the United States and which is hardly, this technique has hardly been used in start their own mastermind group. And I think it's really, really powerful to do this. And I send you an email to prepare a case. We have time for two women. So is there somebody who is really anxious to be on the seat so that we can start? Yes, you are, I can see. Oh no, oh, I thought you wanted, no? No. Okay. I didn't receive your email. Friday? No, but you called your phone. You called me. Okay. Yeah, sure. Yeah, I'll remember. Yes. So who has a business case she wants to discuss? And Tess, I would like to ask you to not do this in our promotion video, because this can be confidential information. You can record it. I won't use the sound. But yeah, okay, so you're not using the sound. Yes. Okay, so, and I want to ask everybody by a show of hands if you can promise that whatever is said here now will be confidential, please. Okay, so look around, everybody has agreed. So you can share whatever you like. Be vulnerable, that usually helps. It feels awkward to show things which you're not confident or certain about with people you don't know, but it's bold to step up and do that. And it can help your business. So that's enough. Who wants to? Who? Yeah, I thought you would. Yeah? Thank you. Okay, so please, you can sit down. The rule is you will have 1 minute to explain which problem or issue you are facing. Then we all have 2 minutes to ask questions so that it's really clear and certain that we're on the same level. And then I would suggest you would go and stand up there and write all the feedback that we shout at you. And then in the end, we do a wrap up. Okay. Yes? Ik wil jullie een probleem voorleggen in die zin dat ik ben een gepassioneerd iemand. Ik kan ook als tegenwerken. Ik ben ook op dit moment aan het werk aan mezelf om professioneler te zijn en over te komen. Het voorbeeld dat ik je kan geven is dat ik een hele mooie pilot had, zeer succesvol. Ik heb mezelf pesten doordat ik me mee liet slepen in mijn emoties. En daar baal ik best wel van, want het was een hele mooie opdracht voor mezelf, waar ik heel veel passie aan kon werken. En het voorbeeld was dat er was een discussie over 40 euro. En ik was er eigenlijk zo klaar mee met die hele discussie dat ik op een gegeven moment zei van luister, jij bent de salesman, verkoop het aan de opdrachtgever, ik ben er heel klaar mee. En toen dacht ik ineens van, wat heb ik eigenlijk in de e-mail gezet? En normaal zul ik altijd netjes aan het werk. En ik had dus in mijn e-mail niet gezet. Dus kan je niet zo reisvast nemen. Ja, dat is een soort van. Oké, okay, ja. Dus ik had dus niet in mijn e-mail gezet dat ik dus ook reiskosten zou declareren. Net wel 40 euro.
deze 40 euro hebben mij behoorlijk wat omzet gekost. Buiten dat is dat iets wat ik niet los kan. Dus wat mij heel erg bezig gaat. Ik denk van potverdorie. Ik wil wel altijd graag bij mezelf blijven. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik zou ook heel graag willen weten van, ja, kennen jullie dit, herkennen jullie het? Nee. En hoe gaat het misschien wel? Dat is vaak de jaren afhangt zo eerlijk. Maar dat is meer afhangt. We hebben nu tijd om vragen te stellen. Wat lag er voor een uur lang? Ja. Dus waar ging de discussie over? Ja. Ja. En het stukje van de reiskosten begrepen. Nou, wat ik altijd doe, is ik zie het keurig in de offerte, zodat iedereen precies weet wat er verwacht wordt. Zowel van mijn zijde als van hun zijde. Het moest wat sneller, dus ik had in de mail eventjes wat dingetjes gekopieerd uit de offerte. En daarbij dus niet de reiskosten vermeld. En ik heb dat gewoon netjes op de factuur gezet. Dus ik kreeg daar de discussie van, joh, wat doen die 40 euro dan? Ja, dus ik was gewoon bij de reiskosten. Betalen. Ze zeggen, hoezo niet, met in mijn achterhoofd dat ik altijd een offerte stuur. En dat liep op een gegeven moment dusdanig op, dat ik op een gegeven moment zei van, joh, weet je wat, jij bent een salesman. Jij verkoopt maar die 40 euro aan je opdrachtgever. Dat ga je dus niet zien. En waar ging het om? Waar moet dat dan? 40 euro. Nee, maar de totaal. Het was een pilot van 6 dagen, dus dat is ongeveer bijna nog geen 4000 euro. En dan die 40 euro was daar de commissie. En die 4000 euro hebben we niet gehad? Ja, maar die klanten kunnen netjes niet gehad. Maar de klanten gaan niet door. Nee, we gaan niet door. En dan zegt, ja, er is geen klik tussen ons. Je bent te rechtstreeks. Nee, het gaat natuurlijk nooit om die 40 euro. Nee, en dat is het bij mij. Het is bij mij een principe kwestie. Precies, maar daar gaan we dadelijk over. Eerst even kijken of de case wel is. Ja. Wie heeft er nog een vraag? Jij stond op die 40 euro. Ja. Dat was eigenlijk jouw regel. Ja, klopt. Ja, recht is recht. Ja. En dit was de pilot. En wat had het vervolg geweest? 2 dagen. Ja. Vast. Ja, prima. En wat voor een dagtarief had je daar dan gehanteerd? Tussen de 7 en 5 maanden. En daar was geen discussie over. Dat was mooi duidelijk. Ja. Het was 40 euro per dag. Wat is exact 40 euro? Wat is exact je vraag aan ons? Ja, de emotie. Ja, dat is wel. Ja. Wat is de vraag? Nou, hoe hadden jullie hier binnen aangegaan? Ik weet ook dat ik het niet had moeten doen. Dat staat er uiterlijk. Maar ja, ik heb het echt. Puur met witte vraag van jou. Gaat dit over de inhoud of gaat dit over de relatie? Oké, de case is helder. Ja. Dus we gaan nu aantekeningen maken. Gaan we door, Anneke. Ja? Nee, dus de vraag is, gaat het echt over de inhoud of gaat het over de relatie? Want jij zit, naar mijn idee, in een emotie-gevecht. Ja. Dat is relationeel. Ja. Maar jouw werk... Ja. Zo in de inhoud moeten gaan. Ja, dan... ja, klopt. Het gaat over jouw professionele ja. 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 Heb je vaker dit soort issues meegemaakt? Dat je door je emotie. Wat speelde er voor jou op de achtergrond? Wat voelde je in dit emotionele gevecht? Het was meer op eenstaand van. De chemie tussen die persoon en mij was al wat minder. Hij concepte me af en toe en dan gaf ik netjes antwoord. En zei: ja, maar ik moet niet meteen antwoorden. Ja, maar ik zelf. Er zijn al wat dingetjes die dan al spelen. Dus dit was uiteindelijk was het nu met de lieden waar ik aankomt. Ja. Dus jij voelde je niet serieus genomen? Ja. Oké. Ja. Het was een persoon die jou soms geen ruimte gaf. Ook. Ja. Over je grenzen heen. Ja. Mij ging vertellen. Jou ging vertellen wat je moest doen. Ja. En wat doe jij in vergelijkbare situaties? Als mensen jou gaan vertellen wat je moet doen, en jij bent de baas, jij hoort de controle te hebben, wat doe je dan normaal gesproken? Ligt aan de tips. Oké, dus er zat hier wel degelijk iets op te doen. Ja. Maar het hier voor jou, waar ging het op? Ging het voor jou om jouw grens te zetten? Ja, ik zei het om jou vertellen wat je moet. Ja, ik had op dat moment het gevoel dat ik naar rechts stond. En die ben ik boven. Recht op elkaar kan hebben. Dit was er dan toevallig maar 40 euro of 4000 euro. Maar toch waar haal eigenlijk. Het geeft is heel kapot. Ik baal ervan. Het was heel mooi. Heb je het gevoel als die 40 euro er niet was geweest, die discussie,
Want ik bedoel, dan is er nog steeds die relatie. Ja. Was, ja, heb je dan het gevoel dat je wel de gevolgen op dat had gehad? Ja. Ja. Ja, die was er ook in. En heel simpel gezegd, die 40 euro stond niet in jouw offerte. Dus als jij zegt, ik heb nog geen offerte gestuurd. Nee, maar stond ook niet in jouw uitgangspuntenmail, nee, zeg maar. Nee. Dus als je hem recht is recht, krom is krom, zei je net zelf. Dus ja. Dan heeft hij gelijk dat jij het niet benoemd hebt. Ja. Dat heb ik achteraf inderdaad. Even terug naar nu. Ik snap het. Ja. Heb je dit met iemand overlegd van tevoren? Heb je aanvoelen komen dat er iets niet klopte? Want wij kunnen heel goed naar ons gevoel luisteren. Ja, ik kan het zelf ook. Mijn vraag is, het gevecht met de ander is duidelijk, hè? Ja. Dat ging hard tegen hard, ja. Wat was het gevecht met jezelf? Achteraf is het natuurlijk dat ik ontzettend baal van mezelf. Nee, op dat moment. Waar ging op dat moment het gevecht met jou om? Want het was ook een gevecht met jezelf. Ja, je moet niet serieus gaan. Ik wou net zeggen. Ja, nee, misschien is er nog iets anders. Ja, ik denk dat er wel anders is. Was dat een manspersoon? Ja. Kan het zijn dat die persoon je op een bepaalde manier intimideerde? Ja. In je gevoel wel al in de gaten had, maar verstandelijk beredeneerd van, maar dit is een zakelijk iets. Ja. Maar waarschijnlijk heeft dat andere stuk, want ik vind het eigenlijk not done. Met alle respect, als je via de WhatsApp met een klant in dit stadium... Nee, dit was niet in de keer dat ze... Oké, nou dat begrijp je dan even. Ja. Maar in ieder geval, ik kan me voorstellen dat hij jou op een bepaalde manier intimideerde. Ja. Dat je dacht van, hij komt te dichtbij en dan verlies je een bepaalde vorm van respect. En dan kan zo'n 40 euro discussie de druppel worden, omdat je hem eigenlijk wil overroelen en hem terug wil duwen. Ja. Ja, dat kan. Ja. Kijk, een van de redenen waarom ik ooit voor mezelf ben begonnen is omdat ik dan wel beter wist. Iedereen die gaat op een gegeven moment vertellen wat je moet doen, dat je denkt, ach, dat is 10, weet je. Ik weet gewoon beter hoe het moet, ik ga gewoon voor mezelf. Dus dat was ook een reden dat ik niet constant tegen een dag aanbied. Dat ik dacht van, ja, ik heb een idee en er wordt niks mee gedaan. Weet je, je bent in een machtsstrijd beland. Ja, en een machtsstrijd is iets waar mannen vaak in verzeild raken. Ja. En waarin wij vrouwen vaak heel snel in de gaten hebben wat er speelt. Ja. Maar door je eigen emoties hebben we dat niet in de gaten gehad. Want meestal laten wij ons niet zo snel in een... Jij bent Nee, zeg maar. Nee, ik vind juist eigenlijk wel... Ik heb mijn bedrijf samen met mijn man. En ik merk altijd juist in dit soort situaties... Schiet ik altijd in de emotie, ga ik altijd en dan ben ik hem of ik stuur de mail door naar hem en zeg hij heel snel van Jokker, simpel, het stond niet in onze mail of in onze offerte, dus we gaan het gewoon half van de factuur af en Dat gaat. Dus ik vind eerlijk gezegd dat in dit geval de mannen juist daar vaak veel zakelijker mee omgaan. Maar zij wist dat wel. Ja. Nee, maar achteraf. Maar kijk, heb ik dat inderdaad. Als ik de gedachte gehad van... Ik had het ook gewoon laten schieten, maar dat je dacht niet serieus In mijn ogen was het een betere oplossing geweest als je gewoon op dat moment voor jezelf even een time-out had gehad. Dus dat je gewoon het even in het midden had gelaten, dat je even naar hem toe had gezegd van joh, als jij in de veronderstelling bent dat er niet op stond, zou kunnen, maar ik kom er even op terug. Dan had je in alle rust de situatie kunnen bekijken. En als je dan had geconstateerd, het is mijn eigen fout geweest, want ik heb hem niet genoemd. Ja. Dan had je dus ook nog op een goede manier naar hem terug kunnen antwoorden. Klopt. En dan had er niks aan de hand. Nee, en wat ik wel merk is dat men dan soms laat me verleiden door de tijdsdruk van de ander. Maar je voelt wel dat het niet klopt. Nee. Ja. Dat voel je altijd. Ja. En dan kies je er bewust voor om dat signaal te negeren. Ja. En als je dat signaal niet negeert, want je gevoel heeft altijd gelijk. Ja. Maar misschien had je het op dat moment wel nodig om inderdaad al die andere dingen die eronder liggen, die jou niet te zien, om dat zeg maar, om daar je glijd te halen. Ja. Dus Maar je had het over een opeenstaande ding. Komt dat signaal eigenlijk al veel eerder. Is ook zo. Ja? Ja. Maar weet je, normaal gesproken werd niemand er zo maken. Ik was maar 6 dagen, dus dan niet. Ik heb bijvoorbeeld ook dat appje wat je zei van je moet dat moet je nog doen. Dus ik ben het 10 keer eens. Dat gevoel, want dit is de lijkt op de druppel. Klopt. Vaak, mijn eigen vraag,
is dat gevoel al eerder een keer geweest. Dus bijvoorbeeld bij zo'n appje, of hoe die praat met je, of dus... Klopt, nee, dat klopt. Dat kan het zijn dat als je eerder eerlijk bent naar jezelf, dat je dan al veel vroeger, en je veel kalmere state of mind, kun je besluiten wat je ermee doet met iemand die zo communiceert. En ga je dan voor relatie of ga je voor geld? Precies. Ja. En dus is het de vraag of dit zo'n behoorde keuze is geweest of zo'n behoorde uitkomst is geweest. En dat kan niet loslaten. Nou, dat vind ik juist. Maar wat is lastig? We hebben nog heel even. Van, wat win je erbij in je stukken ook is? Ja. Nee, dat gaat over het geld. Ja. Maar wat win je aan het niet hebben van frustratie en ellende met deze klant? Wat is daar niet? Want wat zij zeiden, het was toch een kist. Ja, dat is waar. Er lag al een bodem dat het niet goed ging. Dus nu is die bodem bereikt door die 40 euro. Ja. Maar als die 40 euro niet was geweest, had er wel wat anders. Was je niet gekomen en dan had je iets anders bereikt. Volgens mij ga je hier allemaal wel eens een keer doorheen. Dan moet je dit gewoon als een leermoment zien. Ja. Dus voor jezelf niet in de tafel. Inderdaad zeg je, ik laat het los en dit overkomt me niet meer. Maar ik doe het anders, weet je wel. Jongens, je gaat helemaal voorbij. Ik heb het geld. Het belangrijkste is, welke angst hangt eronder dat je die 40 euro je nog bezig houdt. Want laten we wel eens, het is één keer niet uit eten. We moeten afronden, anders is er geen ruimte voor de volgende. Mag ik jou nog iets vragen, want ik loop natuurlijk half in. Ja, ik geef niet. Wat maakt nu dat je het hier neerlegt? Want ik ben iemand die dus gewoon bij dit soort dingen denkt, daar heb ik ook een tijdje op gedaan hoor. Maar gewoon, ik geef er geen energie aan. Ze zeggen wel eens, wat je energie geeft, groeit. Dat is helaas ook met een leuke ding. Mijn advies zou zijn gewoon streep eronder, misschien wel drie. En kijk naar de positieve kant. Je hebt ervan geleerd en er is een lastige relatie als je bespaard moet blijven. En ik kom erop terug, is altijd wel een antwoord. Waar je alle kansen mee op kan. Als je iets niet weet, zeg ik er wel uit. Even zo niet paraat. Ja. Kom wel terug. Ik heb ooit afgekeken van een vent die daar heel goed in is en die wist ook echt niks. Kun je hier wat weten? Dankjewel. Okay. Je open hart. Is er ook één iemand die in wil tappen in onze breinen? Ik kan wel. Ja, als er niemand is, dan heb ik gerust wel iets. Ja? Oké, okay. 1 minuut om het probleem wel te krijgen. Ja. Wat ik al aangaf, wij zijn een organisatie met 10 mensen. Dus dat betekent, het is klein. Je zit tamelijk op elkaar. En als er een medewerker is waar je extra aandacht voor nodig hebt, die eigenlijk niet naar behoren functioneert, niet zoals je zou willen. De wet vraagt dat je dus een heel archief moet opbouwen om van zo iemand af te kunnen. Hebben jullie daar ervaring mee? Want mijn inziens is dat killing voor een kleine organisatie. Oké. Okay. Zijn er vragen over? Ja, hoe lang zit de medewerker dan? Dit ging in eerste instantie om, het is dus een vraag die... Gewoon af en toe de revue, dus algemeen. Ja. Dus deze werknemer is weg nu, maar die hebben er 6 jaar gezeten. Dus uiteindelijk heb ik van hem afgekund door het toch met hem dus niet in dat archief op te bouwen, want dat is gewoon geen dossier. Om dus te zeggen van ik heb het gevoel dat je toch niet op deze functie goed zit. En hoe zie je het zelf? En eigenlijk een stukje de kant op. Van te gaan solliciteren en dat heeft hij gedaan en nadat we dat afgesproken hadden heeft dat even goed nog 8 maanden geduurd hoor.
moet zeggen, die 8 maanden heeft hij wel met een goede attitude in het bedrijf gezeten. Want als persoon was het gewoon een heel fijn persoon. Maar nee, ik heb dan nu weer iemand waarvan ik denk, is dat helemaal de goede? Ja, ik vind dat gewoon moeilijk. Dus ik ben heel technische vragen. We eerst vragen stellen, is alles duidelijk? Zitten die conflicten? Nee, het zijn geen conflicten. Even, de discrepantie, zit dat op technische vaardigheden, altijd. Of know-how of persoon? Zit altijd op een combinatie van snel kunnen schakelen in een drukke organisatie. Inhoudelijk stof, inhoudelijk natuurlijk ook nog heel veel. Nou ja, het is bij ons, je bent nooit klaar met leren. Hè, dus er wordt gewoon veel van je gevraagd. En mag ik nog vragen staan? Ja. Als de lange taart hoor je wel. Oké. Okay. Die jouw aannamebeleid, gaat dat precies over de technische vaardigheden die ze moeten hebben, of gaat het over de algemene burgerschapsvaardigheden? Nou, het is zo, ik kan nooit personeel aannemen die die technische vaardigheden heeft, dus die vakinhoudelijk bekwaam is. Die zijn er niet genoeg, hè? Die zijn er niet genoeg. Nee. Hè, dus dan kan ik nooit functies invullen. Dus ik moet het altijd doen met de competenties die ik in de procedure helder krijg. Ja, maar ja, goed. Maar jij doet zelf de werving in de selectie? Nee, uit het eindtraject. En dus de eerste selectie niet. Dat doet WZ. Oké, okay. Nou, we kunnen met oplossingen gaan komen. Heb je er al over gedacht dat de eerste instantie tijdelijk het start-up? Nou, dat is het punt. Dat is het natuurlijk altijd. Het is meestal altijd een half jaar heeft niet zoveel zin, dus het is ook een jaarcontract. Maar het punt is, je moet er ook een jaar zoveel energie in stoppen, dat stel dat je na 2 maanden al helder hebt dat het er niet is, ja, dan wil je eigenlijk dat jaar niet volmaken. Heb je een proeftijd in het contract? Ja, maand. Ja, dat kan maar. Ja, bij een jaar kan dat. Ja. En dat is net te kort. Ja. Dat is gewoon net te kort. Klopt. Dus dat is... Wanneer ben je er meestal achter? Ja. Nou, het is meestal na 3, 4... Ja. Maanden. 6. Ja, goed. Ja, maar een half jaar. Ja, maar dat is eerste. Een half jaar. Ja. En maar ben je bang dat je dan de mensen, dat ze dan geen ja tegen je zeggen? Ja, precies. Ja. Maar ja, als ze daar dan de belofte geven. Het is tegenwoordig gebruikelijk. Hè? Dus het, nee, maar niet in onze branche. Nee, je moet het zo zien. Dat is heel technisch. Waar het nu om gaat. Hè? Dus het is helemaal niet meer van dat ik de criteria kan stellen. En zij kunnen kiezen uit 15 banen. Je moet blij wezen dat je bij de laatste 3 hoort. En ze hebben te eisen. Hè? En weet je, dus... En dat maakt het moeilijk. Dat maakt het moeilijk. Maar je bent als een organisatie. Ja. Vertrouwen is dus heel belangrijk. Ja. Hoe kan je dat vertrouwen overbrengen bij het aannemen van mensen en dan toch je hand houden aan die 6 maanden? Beargumenteerd, maar kijk, dit zijn onze ervaringen. Als we mensen aannemen, als we jou aannemen, dan investeren we in jou. Ja, dat heb ik natuurlijk gezegd. En hij heeft natuurlijk gezegd van ja, maar ik wil ook zeker 3 jaar blijven, zo en zo. Natuurlijk zegt hij dat. Ja. Maar de praktijk moet uitwijzen of zo is. Jullie intentie is wel om hem blijven natuurlijk. Ja. Maar dat die half jaar is voor jullie een reële. Ja, maar dan had ik hem niet gehad. Dus dan had ik het ook niet geweten. Had je iemand anders aan? Nee, ik ook niet. Ja, dat is het. Hè. Dat zijn functies die gewoon al een jaar niet te vervullen zijn. Jij zegt al van 6 maanden krijgt ze niet, maar het ligt er heel erg aan wat er na die 6 maanden, wat je ze daar biedt. Ja. Want zo is het wel. Kijk, als ik zou moeten kiezen voor iets waarvan ik ook niet helemaal zeker weet of het bij mij past, want dat ligt natuurlijk aan 2 kanten. Ja. Dat je moet enorm worden opgeleid en enzovoort. Dus er liggen heel veel kansen. Ja. Dus ik denk dat als je zeg maar na de 6 maanden weten jullie allebei waar je aan toe bent, for sure, zeg jij net. Dat je eigenlijk wel gewoon 3, 4 maanden, dan weet je het gewoon. Ja. Nou goed, maar dan maak je de kans dat je niet een jaar in iemand investeert. Nee, maar dat maak je dan wel een stuk kleiner. Alleen, het is natuurlijk wat de moeilijkheid is. Als hij daarnaast kan kiezen uit wel jaarcontracten, gaat hij dan ook voor jou kiezen. Sterker nog, ik heb uiteindelijk het salaris. Want ook op dat vlak waren er gewoon eisen. Dat je denkt, jezus jongen, je komt net van school, waar hebben we het over? Dat ik dus heb gezegd, na een half jaar gaan we over dat salaris. Dat heb ik dan wel aan vastgehouden.
He, dus, kijk, en nu heb ik dan wel een statement om na een half jaar te zeggen van joh, ontwikkeling, ja, gaat volgens mij niet zo. Volgens mij overkom je dit niet, want ik heb precies hetzelfde, als bedrijf is ook van dezelfde omvang. Ja. Ik loop ook met dit soort dingen tegenaan, dus ja. In de communicatie zou zeggen, dat zijn heel veel mensen, maar wij gaan heel veel, bij ons alles om de relatie die je opbouwt met je klant, dus ja, je kan ook niet van tevoren zien, zeg maar. Maar eigenlijk, zeggen we altijd tegen elkaar binnen in de eerste maand, weet je onderbuik of het gaat worden. En wij zeggen altijd, wij geven een jaarcontract. En het ergste wat ons kan gebeuren is dat, zeg maar, dat we een jaar, dat het ons een jaar salaris kost. En dan gaan we gewoon vrij snel al zeg maar sturen op wat jij ook zegt. Dat vind ik een goede attitude om te zeggen van, hoe vind je zelf dat het gaat? Ja. En vind je dat je helemaal past? En dan ga je gewoon psychologische oorlogsvoering aan. Ja, maar dus, is dat toch binnen een kleine organisatie? Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb er vorig jaar maar drie manieren. Maar jij hebt dus nooit dan toch gezegd van, dan betalen we dat jaar, maar we nemen al wel afscheid. Eén keer. Ja. Oké, toch ook. Heb ik na 7 maanden, 8 maanden, hebben we ook gewoon gezegd van, joh, je hoeft niet meer te kopen. We betalen gewoon het jaar uit. En het kost maar gewoon 4 maanden, 5 maanden salaris. Maar, ja, want die attitude was niet meer goed. Jij en wie heeft ervaring met wel een historie opbouwen? Dus echt dossier opbouwen? Ja, ik weet dat er een nieuw systeem is. En ik moet weg, maar daarom sta ik hier bij mijn jas aan. Er is een nieuw systeem wat wel dossier opbouwt, maar niet zo ingewikkeld is als dat. Okay. Even terugzoeken waar het ook weer zat. Maar dat voldoet dus wel aan de wetgeving. Maar het hele gedoe legt het bij de... niet bij jou, maar bij je werknemer. Oké, daar ben ik wel naar geïnteresseerd. En dat gaat ook heel veel, bijna alles gaat online. Ik ben even kwijt hoe het heen. Maar het komt op neer, jij hebt eigenlijk gewoon voor jezelf een beleid van een jaar en dan moet je eigenlijk gewoon maar incalculeren. Dat is wat jij zegt volgens mij. Ja, als je soms, want je doet het, je gaat het aan met de beste intentie van twee kanten natuurlijk, maar soms werkt het gewoon niet. Dan zou ik dat gewoon incalculeren op die manier. Ja, lastiger is het natuurlijk met iemand die vast in dienst is. Ja, want als, precies, want als jij zegt van het gaat over soms over mensen die al 6 jaar werken. Die andere die was vast in dienst. Kijk, dan heb je een dossier opgenomen. Dan moet je gewoon. Ja. Je kunt het omdraaien. En dat is hoe ik dat altijd doe. Ik weet niet, als ik een rotte appel heb zitten. En dan kan hij nog met de beste intenties werken, want als hij heel hard de verkeerde berg opgaat, wat kost die mij dan? En de rest van het team. Ik heb afgelopen jaar, en dan zit je in de recreatie waar de lonen echt niet hoog zijn, heb ik ook iemand gehad en na 3 maanden wist ik wel wat het team was, maar mijn hele personeelsteam zei van doe toch maar, we zitten midden in het seizoen. Ja. Die vrouw heeft mij uiteindelijk €100 per uur gekost, dat is in de recreatie veel te duur. Ja. Dat verdien je niet terug, maar ik heb op een gegeven moment midden in de zomer gezegd, dus je kwam, hier is het klaar, je bent eroverheen. Ja, ja. En ik heb gecalculeerd, mijn hele team ging eraan. Ik heb er nou nog steeds eentje zitten met een burn-out. Ja. Want die past de hele tijd aan het rennen voor die ander. Ja. Omdat je team wil gewoon staan voor je product dat het goed is. Precies. Ik heb een fout gemaakt. Ik heb het verkeerd ingeschat en daarnaast ben ik de tweede fout. Is niet lang. Ja, te lang. Ja, dus hier sla je te lang. Ja, ja. Dat werkt niet. Ja, dat is dat onderbuik. Ja. Maar goed, uiteindelijk zijn we wel goed uit elkaar gegaan. Maar ik denk dat rotte appels kun je altijd missen. Dat is bij mij de eerste tip. Ook in de tas moet de rest van de band. En je moet lef hebben dan. Ik coach veel vrouwelijke ondernemers en ik zie dat wij het over het algemeen lastiger vinden dan mannen. Wij blijven te lang investeren in personeel van iedereen. Ja, klopt. Nou, dank jullie wel. Jij ook bedankt. Eén ding, doe je wel eens een Ja, dat zeker. Voordat je überhaupt... Ook dan komt er zoveel op ze af. Dat is een leuk idee, maar... Ik had er dus nu eentje en die heb ik wel een heel groot traject laten doen. Die is zelfs 3 dagen meegegaan in alle sectoren. Ja. En, maar ja, goed, moet ze stoppen. Dat gaat wel goed. Dus super bedankt daarvoor. Ik moet er vandoor. Dankjewel. Ik heb hier een mini grant voor iedereen neergelegd. Wij delen aan onze mensen met wie we contact hebben en ook die bij ons trainingen voegen.
een keycord uit waar Superwoman op staat. Oh, in mijn ogen zijn jullie Superwomen. Dus dragen we het in. Ja. Leuk. Wil jij hem helpen denken dat we die straks uitdelen? Tot volgende keer. Hey, dankjewel. We gaan bijna naar de afronding, maar ik wil nog eventjes de gelegenheid geven om jullie wat meer over de club te vertellen en mijn bedoelingen en intenties en hoe je lid kunt worden. Als je denkt van nou, hier heb ik wat aan om met deze vrouwen met elkaar aan de slag te gaan. Alright? Ja. Ik heb met een aantal mensen zitten sparren en het blijkt ook al uit alle afmeldingen die er gekomen zijn. Yes. Yeah. Thank you. I negotiated with a few people, and everybody told me this is an excellent target niche, Tineke, and there is a huge need. But they need to make the decision for themselves that they are worth it to spend the time in this network. It's not even about the money. And as we can see how many people didn't show up, that's usually, we are all really, really busy, so we have to see the value of this. And that's why I don't want to overload you with once a month, but 8 times a month. We're all moms. 8 times a year. Most of us are moms, some of us have the children already big, but May is usually a very busy month with hemelvaping and holidays. December is the same. And then of course we have our holidays, July and August. So we won't be having a club meeting in December and in May and in July and August. All the other months we will see each other every time once a month. I have chosen for the format to do breakfast sessions, but I am open to, once we have members, to see if an afternoon session going through the evening is better for you. That's fine with me, it doesn't matter. I've already had people who said, it's too early in the morning, I'm interested, but I won't get into my car, in my car at 5 in the morning. So that's okay with me. I choose for Utrecht because it's in the middle of the country, but it's also very difficult to get here in time. It's the most difficult city, I think, to get here in time. So it might be able that we are going to move to another place. But Holland is not really big. It will always be in the Randstad, in the busy area. The intention is to expand in Europe this year. I have spoken to a national, world champion skiing. She's now overthinking if she wants to start a club in Vienna. I'm not sure if she will. But I'm pretty positive about the woman in Zurich, and what's good about her is she helps to expand women to China. And she also has a big network. And like I said, I want to go to Milan, I am going to London, I am negotiating with somebody in Europe. So there is interest to start clubs in Europe. At the end of the year, I will go to the States to an international meeting where I know many women come who want to do business together, and then I want to expand internationally. And the advantage for you, if you become a club member, would be that you can visit all the other places. Of course, we need to start. You have to trust me now. It's not only that, that's why we do it in English, it's not only that we can help each other, but if you want to expand to Vienna and we have a club there, you will go and visit. It can be either a breakfast or an evening, depending on how they want to do it. And you can announce yourself, you can talk to the ambassador before, saying, hey, listen, this is the kind of people I'm looking for. If they are not in the club, maybe club members can introduce you anyway. Yes? So this is 8 times a year, and it's always including, like now, with the food and the drinks. So you have no extra expenses. What about the parking? I try to find spots where you can have free parking. Okay. Yeah. You can always pitch also if you go to another country.
Yeah, it's always, and I would advise you every time to have a different question. Yeah? You can also apply for a 5-minute presentation. Everybody has to write to do a five-minute presentation with slides. We didn't do that now, but then you can go into a little bit more in-depth. Two people, and you have to apply for it before, in this case to me, so you have to announce it. I will send a question who wants to, and you respond. If there's nobody, we have an extra mastermind session, that's fine. The masterminding, what we have just done. I hope the two people who did it think it's valuable. Maybe even if you were not here, you've heard something which could be valuable. That's usually there's one person here, but we can all learn from each other. You can take a friend for free. And of course, this is also a promotion. Eh? Maybe she would like to be a member too. Chocolate has invited me to her network, and I will go and visit that one. So that's always a good, if you think, hey, this person could be good to fit into the network, or it would be helpful for her, you can invite her. But you always need to subscribe every time so we know for the food, for how many people we need. And sometimes you even need to register. People here are not allowed to enter the building if they are not known already. It's just a policy. Oh, you will get my book, Maximum Business Growth for Women, as a little present. It's about a blueprint system, how you can scale up your business, 8 areas of entrepreneurship. Like I said, you can visit other clubs. Do you think anybody think this could be valuable for you here? And the way you have been here today, by show of hands. Okay, thank you. This is one of the major advantages, and hardly any networking club in my country has this, is an online virtual community. You will get your own profile. I won't be able to show it. I have been working with my webmaster last night on the website, but like I told you 3 weeks before, we had nothing. The website should be functioning now, but the login and the profile should be ready this week. But you can have a profile with a picture, with your logo, with a video, with a description, all your contact details. You can send messages towards each other, you can post blogs, you can post news, you can, like Facebook or LinkedIn, you can respond to this. And all the international future members will be in this community too. When there is sufficient amount of members, we will start monthly webinars. You can just join in if you like, knowledge webinars of interesting people. It will be recorded, so there will be a special area where you can just have a look and see if you've missed something. You can also apply to give a webinar yourself. There will be some extra costs. So you can promote, first of all, give a lot of value, and then explain what you could do for all the other members. Yes? Are you ready? Powerful niet met twee, Ella. Nee, ik heb het opgezocht. Oké. Okay. Nee, dat twijfel ik ook over. Are you ready for the investment? Is this something which you think is valuable for yourself? Do you, ja, gunnen? What's the word in English? Do you think you're worth it? Do you think you're worth it to invest in yourself and scale up your business and grow your business with the help of our sisterhood? Explain about the webinars. Mooie website. Yeah, yeah. Excellent. This is your investment for a year, starting from the day that you subscribe. And our next meeting is at the 6th of April. It will be another breakfast session, and then we will discuss if we will do breakfast or dinner in the evening, which is fine with me, no matter what.
Okay. Any questions? What is your location? PricewaterhouseCoopers in Utrecht. It's on a Friday. Yeah. Okay. And then our next meeting will be in June. And hopefully I can introduce you soon that we will start in Zurich. And is there a minimum and a maximum of members? Yeah. There is a maximum of 30 members, otherwise we will not have, and then I will start another chapter in Holland if that's if there's enough people. I had the intention to start with 10 people, but I already know that many people who couldn't come today want to join on the 6th. So I assume there will be at least 10 new faces you haven't seen, if they don't. Well, some people were sick and they really wanted to come. Some people didn't even subscribe and said that I cannot come on the 7th, but I want to join. So even if we have not 10 members now, I'm confident that we will have a group like this or more again. So that at least we have enough value to offer towards each other. Good question. Anything else? Yeah? Is it without VAT? It's with, yeah, excluding VAT. Yeah, thank you very much. If you subscribe today, you can do an down payment. It's 500 euros. That is including, because our PIN system cannot do that excluding, and we will send you the invoice, and the rest you can pay next month or this month, but that's up to you. Yeah, if you want to pay in full, that's also fine. Yeah, Jasper? Was the 6th of April niet in Den Haag? Nee, nee. In the end, Tess will ask you to some people to give a testimonial. That would be really helpful to see how did you experience this day. And if you become a member, of course it would be nice to tell you what time will you be a member, why do you become a member. And we finish at 11, but we can stay a little longer if you still want to network with people. So we are not shoving you out. Yeah, and groepsfoto natuurlijk. Yeah, and we want to do a group picture. Thank you, Sophie. Any more questions? No? Me and Jasper will be at the back, and there you can do your subscription. And yeah, let's get this thing started. Okay. Yes? Thanks. Thank you. Okay, shall we do the group picture here? I don't know what you want. Jij zoekt iemand anders dan. Doe jij de compositie maar, Sophie? Ja, allemaal een beetje met een boogje gaat staan. En niet op het scherm, want dan komt dit licht uit. Ja, dat kan ook. Dat is wel beter. Even de dingen uit. Oké, dan allemaal niet te dicht tegen elkaar aan, maar wel dicht. Er kan nog eentje daarachter misschien. Want dan komt er niet in beeld, die onderkant. Dat was vreemd het stom als ik zo sta. Ja, maar dat lijkt heel erg klein. Dat is ook zo. Ik zou het niet doen. Zo staan, dat je niet doen. Dan moet je echt wel zo. Ja, maar dat gaan we met elkaar doen. Maar met een paar dames zitten, ik ga niet ermee. Ja, oké. Is dat wat of niet? Ja, als jij dan wilt staan. Maar jij moet een beetje naar voren, denk ik. Als jij dan hier komt staan, is goed. Oké, maak er een paar op in deze setting en dan gaan we allemaal even staan. Ik heb nog daar een mooi hoekje, dus als we daar zo moeten liggen, dan gaan we ook. Ja, is goed. Ik ga heel snel klikken. Als iedereen een beetje wil kijken. Ja, en nog even staan. Ja, ik heb even hier tussen, want dan is het iets meer klubbelend.
Ja, dan zit hij ook niet zo snel. Kom maar, we gaan even naar die kant. Ja, dankjewel. Oh, dat was snel. Oké. Nee, we gaan nog even naar een andere locatie. Oh ja, dat zijn van die niet meer mooie jongen. Precies, dan moet je dat gewoon loslaten, hè? Red jij hem alleen, team? Thank you.